Goedemiddag en welkom bij alweer de 5e aflevering van de reeks Urban Education, georganiseerd door het Center of Expertise Urban Education van de Hogeschool van Amsterdam. En dat is in samenwerking met Pakhuis de Zwijger. Mijn naam is Dion en ik ben gevraagd als moderator van dit programma. Het is in een serie van 6 bijeenkomsten worden 6 uitdagingen besproken rondom onderwijs en opvoeding in de grote stad. En natuurlijk ook in een stad als Amsterdam. Er wordt stilgestaan bij actuele vraagstukken en er wordt ook gekeken naar uitkomsten van recente projecten. Dat gaan we vandaag ook doen. Er is gelegenheid om vanuit huis mee te praten, vragen te stellen, opmerkingen te plaatsen. En dat kan door gebruik te maken van de chatfunctie via Zoom. En zoals jullie misschien ook horen en ook net even in beeld zagen, zijn er ook mensen hier in de zaal. Wat super fijn is dat jullie er aanwezig zijn. En ook hier in de zaal hebben jullie de gelegenheid om mee te praten. En dat kan door even netjes een hand omhoog te steken. En dan zal ik degene zijn die jou of u het woord geeft. Een tof programma, een belangrijk programma ook. Vandaag gaat het met name over hoe stimuleren we politieke participatie onder jongeren. En dan denk je van, ja, maar de verkiezingen zijn toch net geweest? Dat klopt. Maar ja, de volgende verkiezingen die staan alweer sneller voor de deur dan we misschien denken. En politieke participatie gaat over meer dan alleen de verkiezingen. Dus daar gaan we het vandaag met elkaar over hebben. Het is een belangrijke opdracht voor professionals om jongeren ook toch wel de instrumenten te kunnen geven om überhaupt politiek te kunnen participeren. En waar hebben we het dan eigenlijk over als we praten over politieke participatie? Dat gaan we meteen zometeen ook bespreken. Die vraag ga ik zeker ook voorleggen aan de mensen die bij mij aan tafel zitten. We hebben 3 panelgesprekken. En het eerste panelgesprek zit bij mij al aan tafel. En die ga ik meteen ook voorstellen. Numan Yilmaz, docent bij ROC van Amsterdam. Welkom, fijn dat je er bent. We hebben Willemijn Rinoy-Kan, onderzoeker en ook onderzoeker bij de Center of Expertise Urban Education. Fijn dat je er bent. En we hebben Hessel Nieuwelink, trekker van maatschappelijke en politieke participatie in de grote stad bij de Center of Expertise Urban Education. Maar ook lector burgerschapsonderwijs bij de HVA, Hogeschool van Amsterdam. Fijn dat jullie er zijn. Laat me meteen even die eerste vraag stellen. Waar hebben we het over als we spreken over politieke participatie? Goeie vraag om daarmee te starten. En je kan het breed definiëren en smal definiëren. Het is voor mij het meest nuttig om het breed te definiëren. Omdat wat politiek betekent is voor jongeren vaak ook als je het uitwerkt, een breed concept. En dan gaat het ook over de informele politiek. Dus het politiek binnen school, binnen het gezin, met vrienden. En zo ook, zeker ook in formele relaties met autoriteiten. De school is een formele autoriteit, maar zeker ook de politiek in Den Haag of in het stadhuis zijn ook politieke formele autoriteiten. En hoe je je daartoe verhoudt, is waar politiek over gaat. En uiteindelijk gaat politiek ook over gemeenschappelijk beslissingen nemen over datgene wat ons in het leven raakt. En het is van belang dat jongeren het gevoel hebben dat zij daar bij die beslissingen ook toe doen. En dat zij daar een stem in hebben. Helder. Nu is het dat jullie vanuit het center dus ook kansengelijkheid of een bijdrage willen leveren om kansengelijkheid te bevorderen. Op welke manier doen jullie dat? Die kansengelijkheid is van belang, omdat in zijn algemeenheid kan je zeggen dat jongeren in de formele politiek wat minder deelnemen dan oudere generaties. Er zit een leeftijdskloof in. Maar als je vervolgens inzoomt, zien we dat vooral jongeren die het mbo-route volgen, dat die veel minder participeren, veel minder vaak het gevoel hebben dat zij ertoe doen in de samenleving, dan jongeren die in het hbo of universiteit zitten. Die kloof, dat is een ondermijning van onze politieke democratie, zou je kunnen zeggen. Dus daar willen we een bijdrage aan leveren. En dat doen we door onderwijs, onderzoek en ontwikkelprojecten vorm te geven. Om te kijken hoe we de stem van jongeren kunnen versterken. Hun het gevoel te geven van, jij doet er in die samenleving. Je hebt de instrumenten om ook die stem een plek te geven. Nu hebben jullie ook vanuit het center dus ook materialen ontwikkeld in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen. Daar is ook onderzoek naar gedaan. Nou, daar kom ik zo meteen ook bij Willemijn natuurlijk bij. Maar wat voor materialen hebben jullie precies ontwikkeld? We hebben in samenwerking met een aantal docenten op basis van eerder onderzoek gekeken wat zou kunnen werken, wat zou kunnen helpen om jongeren het gevoel te geven dat dat hun stem ertoe doet. En het hebben we op 2 manieren vormgegeven. De ene lesmateriaal was vooral kennisgericht, dat ze kennis konden opdoen over hoe de gemeente eruit ziet. De gemeenteraad, de eerste burgemeester, de wethouders en welke thema's er zijn.
En het andere ging meer over agency, dus over het gevoel een jongere geven dat jij een politieke actor bent, dat jij er in de politiek toe doet. Dus op die twee manieren hebben we geprobeerd om politieke participatie van jongeren te stimuleren, politieke interesse verder te stimuleren en ook het stemmen bij verkiezingen te stimuleren. Ja, precies. En dat zijn we nog aan het onderzoeken of die effecten er ook zijn. Dat is natuurlijk de tweede verhaal. Maar we hebben wel de hoop dat dit soort manieren wel bij kunnen dragen aan aan dit soort kwesties, dit soort thema's van jongeren. En je zegt van, we zijn nog aan het onderzoeken of het ook echt effectief is. Maar ik heb wel begrepen dat er 30 docenten bij betrokken zijn en meer dan 2500 studenten hebben dat materiaal ook echt uitgetest. Hè? Ja. Zijn die lessen wel geëvalueerd? Die zijn we nu aan het evalueren. Die zijn jullie nu aan het evalueren. De studenten hebben een vragenlijst ingevuld 2 keer, van tevoren en achteraf. En daar hebben ze die lessen geëvalueerd. De docenten hebben dat ook gedaan. Dus, en daarnaast doet Willemijn allerlei interviews met studenten en met docenten. Dus die evaluaties kwalitatief en kwantitatief. Dus met de vragenlijst en met interviews. Oké, dankjewel. Willemijn, jij zit dus midden in dat onderzoek eigenlijk. Ja. Kan je wel al bepaalde inzichten delen van wat de ervaringen waren van... laten we beginnen met de jongeren. Wat waren de ervaringen van de jongeren met dit lesmateriaal? Ja, ik kan wel wat zeggen dus over de gesprekken die ik met ze heb gevoerd. Zoals Hessel al aangaf, we hebben ook die vragenlijsten afgenomen. Die gaan over een heel breed scala aan uitkomsten. Dus misschien nog wel goed om te zeggen. We hebben dus gekeken naar niet alleen stemintentie, hè, die electorale politieke participatie, maar ook naar dingen als politiek vertrouwen, maatschappelijk vertrouwen. Dus zelfs, om het maar zo te zeggen, als we niet direct op de stembereidheid of op het stemmen van de jongeren zelf effecten zien, kunnen we misschien wel op andere aspecten die zo belangrijk zijn in die bredere context van politieke participatie invloed zien van wat er in het onderwijs is gebeurd. Mm-hmm. Dan in die nagesprekken met jongeren, wat ik vooral eigenlijk van ze terugkrijg, is, ik denk, 2 dingen die belangrijk zijn. Allereerst dat ze toch over heel veel dingen nog heel weinig weten. Dus dat er echt wel een gebrek aan kennis is soms en dat dat ook een barrière is om te participeren. En dan heb ik het zowel over kennis van de gemeente, de verhouding tussen gemeente en Rijk. Eigenlijk dingen die je ergens zou verwachten dat ze op het mbo al wel geleerd hebben, namelijk op het vmbo al misschien geleerd zouden hebben, maar die kennis is toch blijkbaar niet helemaal paraat op dat moment. Maar ook over het stemproces zelf. Dus in de interventie, in allebei eigenlijk de methoden, dus ook die op kennis gericht is, maar ook die op political self-efficacy of politiek zelfvertrouwen gericht is, zit een les die gaat over van alles tot het moment dat je de brief, de stempas thuis krijgt. Wat doe je daarmee? Hoe gaat dat dan in dat stemhokje? Eigenlijk heel basale informatie over dat stemproces. Dat toch heel erg gewaardeerd werd ook door de jongeren. Mm-hmm. En aan de andere kant zie je dat jongeren teruggeven, en dat zit vooral in die conditie die gaat over agency en over hun politiek zelfvertrouwen, dat het zo belangrijk is dat onderwijsmateriaal ook begint bij hun eigen leefwereld. Dus in plaats van dat daar het startpunt van de lessenserie is, zo ziet de gemeente eruit, zo ziet het de verhouding tot het Rijk eruit, beginnen we die lessenserie met een les over wapenbezit en wapengeweld en de aanpak daarvan. En dan gaan we eigenlijk in die lesserie met jongeren verkennen van wat is nou de rol van de gemeente en wat voor verschillende scenario's zijn er nou, hoe ze dat kunnen aanpakken. En dan pas gaan ze eigenlijk naar politieke partijen en je ziet dat die ingang waarbij eigenlijk hun eigen ervaring direct wordt, ze worden aangesproken op hun eigen ervaring, op dingen die dichtbij misschien spelen of gebeuren, dat heel waardevol iets wat actueel is onder jongeren. Ja, wat echt leeft onder hen, dus dat het eigenlijk van ver weg en abstract naar dichtbij wordt gebracht. En ook dat ze direct op hun eigen expertise en op hun eigen ervaring worden aangesproken. Wat zouden jullie doen? En dan eigenlijk zien, politieke partijen zijn misschien wel best vergelijkbare manieren bezig met die materie. Dus hoe wij hierover nadenken staat helemaal niet zo ver af van. En de wijze waarop het materiaal dus, de wijze waarop erop mee gedoseerd is, zeg maar. Is dat ook in afstemming met de jongeren geweest? Of is dat echt wat 30 docenten met elkaar hebben bedacht? Nee, wij hebben dat eigenlijk heel erg zelf uitgewerkt. Okay, jullie als onderzoekers? Als onderzoekers. Zoals Hesse ook aangaf, in het begin ook zeker in overleg met docenten van hoe gaan we dat vormgeven. Maar voor zo'n effectstudie is het heel belangrijk dat alle docenten op een heel vergelijkbare manier eigenlijk hun lessen inrichten. Ja. Omdat we anders niet precies weten. Ja, als er iets te zien is dan in die nameting van dat meer mensen zijn gaan stemmen. Of dat dan ligt aan wat docent A deed of docent B. Dus we moeten eigenlijk dan in zo'n meting moeten we toch eigenlijk zorgen dat die docenten heel vergelijkbaar hun les inrichten. Dus de docenten hebben allemaal een handleiding gekregen en ook een korte informatie
sessie waarin werd toegelicht, want het is de bedoeling dat in deze les je het zo aanpakt. Dit zijn de achterliggende ideeën, dit gebeurt er. Ja, en zelfs met eigenlijk blokken tijd van 10 minuten doe je dit, een kwartier doe je dit, zodat die vergelijkbaarheid zoveel mogelijk gewaarborgd. Ja, dus echt een lesbrief wat ook echt als handleiding heeft gediend om. Ja. Oké, dankjewel. Numan, jij bent, ik zei het al, docent bij ROC van Amsterdam, maar je hebt ook gewerkt met dit materiaal. Ja. Hoe heb je dat ervaren als docent om het op deze manier aan te pakken? Ik vond het wel heel fijn, want de communicatie was ook heel duidelijk. We hebben heel veel informatie gekregen. Ik vond dat ik goed was voorbereid, dankzij Hessel onder andere en Willemijn. Dus dat ging prima. En alles was gewoon zo duidelijk. Ik hoef het alleen maar toe te passen. Dus dat was goed te doen. En was het ook fijn dat er meer sprake was van uniformiteit? Dus dat je collega-docenten ook op dezelfde manier les gaven? Ja, zeker. Ik denk dat het vooral ook meetbaar is. Dan, hè. Dat is natuurlijk prettig. Kijk, elke docent heeft wel een eigen stijl. Hmm. Dus ook al bied je hetzelfde aan, elke docent doet het toch op zijn of haar eigen manier. Maar het is wel fijn dat je dezelfde PowerPoint hebt, dezelfde filmpjes laat zien, dezelfde informatie overbrengt. Dus, Wat zijn dingen waar jij tegenaan loopt binnen het onderwijs als het gaat om het bevorderen van politieke participatie? Kennis inderdaad. Ze missen heel veel kennis, de studenten. En vertrouwen. Ze hebben geen vertrouwen in de politiek. Dat is wat ik eigenlijk elke les en elk jaar weer tegenkom. En kan je ook duiden waar dat gebrek aan vertrouwen vandaan komt? Ja, ik denk sowieso de politieke ontwikkeling natuurlijk. Als je kijkt wat zij allemaal meekrijgen vanuit de media, wat gewoon is gebeurd. Of je ziet bijvoorbeeld een veroordeling of wat dan ook van een politicus. Of uitspraken, ja, dan zie je toch dat studenten sneller beïnvloed raken. Ook zeker met opkomst van social media natuurlijk. Het wordt gedeeld, filmpjes worden gedeeld en ze praten erover. Ze krijgen informatie, de achtergronden kennen ze dan vaak niet. Maar het enige wat zij dan horen is dat de minister bijvoorbeeld in de fout is gegaan, of de minister-president of een ander politicus. En ja, je ziet wel dat vertrouwen dan afbrokkelt. Maar het is wel interessant, hè? Want het beeld leeft heel erg dat. Dat is ook wat eigenlijk in het voorgesprek in ieder geval naar mij toe gecommuniceerd is. Van ja, jongeren hebben weinig interesse in de politiek. Maar op een of andere manier zijn ze wel zeer goed geïnformeerd over de politiek, het politieke klimaat, de verharding die plaatsvindt in de Tweede Kamer, bepaalde uitspraken. Ja. Dus hoe ruimt dat dan met elkaar, dat het beeld dat er weinig politiek interesse is, maar ondertussen zijn die jongeren wel degelijk op de hoogte? Ja, ik denk niet dat er weinig interesse is, hoor. Ze zijn best geïnteresseerd in de politiek. Hmm. Maar omdat ze geen vertrouwen hebben in de politiek, dan denken ze van ja, weet je, het maakt toch niet uit. Ik word toch niet gehoord. Het zijn toch allemaal graaiers die voor wat ze dan ook allemaal zeggen. Dus ze proberen zich een beetje te distancieren van de politiek. Ze nemen een beetje afstand. Maar ik moet zeggen dat ik in mijn lessen wel steeds merk dat ze toch heel erg geïnteresseerd zijn en toch best veel weten. Alleen je moet ze triggeren natuurlijk. En dan komen ze los. Ja. Hessel, ja, jij knikt zeer instemmend. Maar een van de redenen waarom jullie dit hebben ontwikkeld is natuurlijk wel om die politieke interesse aan te wakkeren vanuit het idee ook dat er weinig politieke interesse is. Ik ben het wel met Numan eens, hoor. Dat op zich is de politieke interesse er wel, maar in de thema's meer. Jongeren willen met thema's bezig zijn, met criminaliteit of met thema's over de verzorgingsstaat of over zorg. Dat houdt jongeren erg bezig. Maar jongeren hebben minder, wat je ook zegt, vertrouwen in politici, vertrouwen in individuele personen. En daar is dan natuurlijk wel een spanning op. Dat enerzijds wil je met deze opdracht voor onderwijs en voor andere sectoren in het sociale domein, wil je dat je een bijdrage levert dat jongeren zich onderdeel voelen van die politieke gemeenschap. En die politieke gemeenschap geeft die opdracht ook. En tegelijkertijd zijn er systematische, structurele onrechtvaardigheden in dat systeem. Er is sprake van institutioneel racisme. En wil je dat jongeren een mate van vertrouwen hebben in de overheid, terwijl die overheid dat vertrouwen niet altijd teruggeeft. En daar zit wel een spanning op, en is dat ervaar ik als docent ook. Dat ik wel ingewikkeld vind om dit een plek te geven in de school. Nu zien we wel dat de stembereidheid van jongeren echt bedroevend laag is. Zeker ten opzichte van ouderen in de samenleving. Maar überhaupt was de opkomst bij de gemeenteraadsverkiezingen vrij laag. Uit verschillende onderzoeken blijkt ook dat het te maken heeft met het weinige vertrouwen wat men heeft in de overheid. Ja. Wat dat dan ook mogen betekenen. Er zijn meer oorzaken waarom mensen niet gaan stemmen.
Maar het heeft met vertrouwen te maken, het heeft met gebrekkige kennis te maken, het heeft mee te maken dat het geen gewoonte is voor jongeren. En we zien dat jongeren minder stemmen dan ouderen, maar dat jongeren met een mbo-achtergrond minder stemmen dan jongeren met een hbo-achtergrond. En die kloof die lijkt alleen maar groter, in ieder geval de afgelopen 20 jaar groter te worden. En dat ondermijnt politieke gelijkheid in onze samenleving, mate waarin geluiden gehoord worden. En dat is wel een problematisch structureel punt. Die de burgerschapsopdracht voor de school wel complexer maakt. Ja, en het is superbelangrijk dat gewoon ongeacht je opleidingsachtergrond je gaat stemmen. Maar die jongeren die niet stemmen vanwege dat weinig vertrouwen hebben natuurlijk ook wel ergens een punt gezien de ontwikkelingen. Wat is dan de boodschap die jullie meegeven middels de materialen die jullie hebben ontwikkeld? Er zit verschillende manieren erin. Hè. Je probeert in zo'n onderzoek die twee condities of twee lessenseries goed van elkaar te onderscheiden. Wat best ingewikkeld natuurlijk is, want je zou het didactisch misschien dichter naar elkaar toeschrijven. Maar we hebben het op verschillende manieren proberen te doen. Maar in ieder geval in die ene conditie waarbij het gaat, wat Willemijn uitlegt, hè, over dat de politiek dichter bij jou zit. Dat je het eerst benadrukt vanuit thema's die wat meer in hun eigen leefwereld zitten. En het ging dan vooral over wapengeweld en etnisch profileren. En wat je daartegen kan doen en wat de gemeente Amsterdam daarbij wil doen. En wat voor afwegingen daar dan in zitten. En dat ze vervolgens zien dat politieke partijen daar verschillende afwegingen in maken. Zodat jongeren zien dat de keuzes die zij maken, de voorkeuren die zij maken, voor een deel overeenkomen met wat politieke partijen zeggen en voor een deel ook niet. En dat ze daar zien dat ze daar een keuze in hebben. En dat niet alle politieke partijen hetzelfde denken. En dat is soms moeilijk om dat verschil te zien. Maar er zijn wel degelijk ook op dit soort thema's, zijn er verschillen tussen politieke partijen. Dus dat is wel een manier om aan jongeren te laten zien, hè, de politiek is niet één eenheid, het is niet uniform. Er is pluriformiteit in, maar dan moet je wel goed kijken hoe die erin zit, die pluriformiteit. Willemijn, je bent nog midden in het onderzoek. Wanneer verwacht je echt de eerste resultaten te kunnen delen? Ja, dat hangt een beetje vanaf hoe we het gaan inrichten. Mm-hmm. Het zou natuurlijk mooi zijn als we voor de zomer al iets kunnen geven, maar ik ben bang dat het toch iets wordt wat we over de zomer heen gaan trekken om het echt zorgvuldig te kunnen afronden. Ik denk dat het nog wel goed is om even aan te sluiten bij Hessel, wat ik ook heel interessant vond in de gesprekken die ik heb gevoerd met studenten, was dat zij aangaven dat, aan de ene kant bevestigden ze ook, hè, dat weinig vertrouwen in de politiek, dat ze heel veel behoefte hadden aan iets van zicht op concrete resultaten. Dus dat is misschien ook nog wel een opdracht naar de politiek toe. We zijn nu heel erg naar de scholen, de jongeren aan het kijken van wat moeten die nou voor beweging maken. Maar het is natuurlijk ook, dit gesprek is ook een gesprek wat we met politici zelf kunnen gaan voeren van hoe zorg je er nou voor dat jongeren beter zicht hebben op waar je voor staat als partij. En dan hadden ze het vaak over, ja, ze beloven allemaal dingen, daar zit ook dat vertrouwen, maar wat maken ze nou waar? Mm-hmm. Dus concreet meer inzicht daarin zou denk ik ook helpen voor die jongeren. En aan de andere kant, want ik en dan ook niet alleen in verkiezingstijd, maar ook gewoon gedurende het hele jaar. Ja, en dat ze ook aangesproken worden, echt dat ze ook iemand zei van, ze hebben eigenlijk gewoon geen interesse in ons. Zo een beetje breder aangaf van dat vertrouwen, dat gaat ook niet per se twee kanten op. Dus daar zit ook nog wel een opdracht. En wat ik ook heel interessant vond was, en dat gaat misschien ook over die gewoontevorming, of dat je het van huis uit minder meekrijgt, maar dat er vanuit de jongeren zelf werd gezegd, ja, ik heb niet genoeg kennis, want ik weet niet precies waar die ene persoon van die ene politieke partij. Dat ik dacht, misschien dat toch ook in die context van hbo opgeleid of universitair opgeleid, er ook meer gemak is van, natuurlijk krijg je stem, nou ik weet niet precies, die partij, daar zitten wel wat interessante standpunten, nou dat kies ik dan of zo. En dat er hier toch ook is dat er heel veel barrières bijna ook intern werden gemaakt bij die jongeren van, dit moet ik weten en deze expertise, nou dit, zover kom ik niet, nou laat dan maar. Dus dat is ook nog wel interessant om te verkennen in dat kader van politiek zelfvertrouwen, van hoe zorgen we dat die barrières ook niet, dat we die niet te hoog maken, ook dat het een soort enorm complexe opdracht wordt die we ze meegeven. Numan, die barrières die herken je natuurlijk ook als docent op een mbo-school. Ja. Wat denk jij dat er nodig is om die barrières weg te nemen? Ik denk dat er heel veel moet gebeuren, maar wat ik ook merk is dat studenten zich ook niet altijd onderdeel voelen van de samenleving. Of niet altijd geaccepteerd te voelen. Maar voelen ze zich niet altijd onderdeel van, of worden ze ook echt feitelijk uitgesloten? Want dat is eigenlijk ook die structurele ongelijkheid. Absoluut. Waar Hessel het over. Het komt ergens vandaan. Het is niet zomaar iets natuurlijk. Ze bedenken het niet. Het vindt plaats in de samenleving, helaas. En dan merk je wel dat ze zich ook een beetje afzetten tegen de samenleving. Als ik bijvoorbeeld kijk naar mijn studenten met een Turks achtergrond, dan zijn ze vaker geïnteresseerd in de Turks politiek dan in de Nederlands politiek, terwijl ze hier zijn geboren en getogen. En dat komt omdat ze een bepaald acceptatiegevoel hebben van, wij horen daar thuis, daar
voelen we ons thuis, we worden daar geaccepteerd. Dus we gaan ons ook verdiepen in de politiek. En hier hebben ze het gevoel dat ze niet worden geaccepteerd of niet volledig worden geaccepteerd. Dat gevoel heb ik zelf ook heel lang gehad, dus dat begrijp ik ook heel goed. En dan proberen ze toch duidelijk te maken dat het niet altijd zo is. En dat jij alleen als student dus verandering daarin kan brengen. Als je bijvoorbeeld gaat stemmen of als je gaat meedoen. Als je echt actief politiek gaat bedrijven. Ja. Nu zeg je, ik heb zelf dat gevoel ook gehad. Wat heeft jou dan over de streep getrokken om op een andere manier naar politieke participatie te kijken? Ja, kijk, op een gegeven moment kan je wel blijven klagen en boos zijn. Maar dan zit je zelf eigenlijk bij het spel. Hmm. Want zo bereik je helemaal niets. De enige manier om iets te kunnen bereiken is gewoon meedoen met de samenleving en bewijzen dat het ook anders kan en anders moet. En bewustzijn creëren ook bij de mensen die het bewust of onbewust doen. Dus mensen die jou bewust of onbewust buitensluiten, die kan jij wakker schudden. Of jij kan een tegengeluid laten horen. Dus je eist eigenlijk een soort van, je eist je plek op, terwijl je hier bent geboren en getogen. Dat is een beetje raar om te zeggen misschien. Maar, ja, omdat het ook een dubbel gevoel met zich meebrengt. Ja. Want dan krijg je een beetje dat idee van je moet je invechten in de samenleving, terwijl je hier gewoon geboren en getogen bent. En precies. Eigenlijk al automatisch onderdeel zou moeten zijn. Precies. Van de samenleving. Ja, het gevoel dat je steeds 1-0 achter staat en dat je steeds harder moet rennen. Dat is voor heel veel studenten is dat gewoon niet te doen. Of ze hebben daar geen zin meer in. Ja. En denk je dat op welke manier je dan ook politiek participeert, of dat nou stemmen is of een andere vorm van wat Hessel ook uitlegde, als die resultaten daar meer zichtbaar van worden, dat het ook zou kunnen helpen om ze over de streep te trekken? Ja, absoluut. Ik merk dat bij mijn eigen studenten. Ik was vaak in gesprek met mijn studenten en dat nam ik dan mee naar de gemeenteraad bijvoorbeeld, waar ik in zat. En dan laat je ook gelijk zien wat je ervan hebt gemaakt en wat het resultaat is. En ja, dan zie je gewoon dat ze de volgende les gewoon uit zichzelf met ideeën komen. Van, meneer, zou u dit ook kunnen voorstellen? Of hoe zouden we dit kunnen doen? Maar dat is echt heel goed dat je dat ook echt hebt gedaan. Maar het klinkt ook wel positief om politieke participatie te stimuleren. En in dit geval specifiek mbo-studenten. Maar we zien ook dat op het moment dat mbo-studenten kritischer gaan nadenken over kwesties die in de samenleving plaatsvinden. En ze stellen dat ter discussie in de klas, dat ze daarmee ook als ingewikkeld worden gezien. Ik neem aan dat jullie dat herkennen. Hoe gaan jullie daarmee om? De vraag hoe ik deze vraag beantwoord, dat doe ik denk ik vooral als docent, mm-hmm. wat ik ook ben. Dat herken je misschien ook bij jou in de klas? Ja. Nou, weet ik niet zo goed, maar herken het als docent in het voortgezet onderwijs wel, dat ik voorheen was. Dat jongeren niet altijd de geaccepteerde of veronderstelde middelen gebruiken om iets naar voren te brengen. En het is soms wel eens zo dat een middenklasse docent daarvan schrikken. Spannend vinden wat jongeren voorstellen. Of als jongeren radicale ideeën hebben, veronderstelde radicale ideeën hebben, dat bestraft wordt, dat het niet hoort, dat het buiten discussie geplaatst wordt. En dat is op zich begrijpelijk, hè, want dat kan beangstigend zijn. Tegelijkertijd kan het een uiting van maatschappelijk politieke betrokkenheid zijn. En uiteindelijk gaat het daarom. En daar moet je wel, daar moet je geen geweld voor willen gebruiken, denk ik. Maar je zult wel de onderliggende engagement, onderliggende onrechtvaardigheidsgevoel, zou je wel moeten gebruiken om te laten zien, het is goed dat je dit probleem aankaart. Misschien is dat middel niet zo, in mijn ogen niet zo wenselijk, maar laten we kijken waarom je dat een probleem vindt en wat is er mogelijk om daar wat aan te doen. Dat betekent niet dat onderwijs activistisch hoeft te zijn, maar je kan wel dat engagement van jongeren een plek geven en serieus nemen. En ik zou niet, ik merk dat sommige docenten een beetje schrikken van veronderstelde radicale opvattingen van leerlingen of studenten. Maar dat hoeft niet per se. En vaak als je er een gesprek over aangaat, valt het ook wel mee hoe radicaal, hoe extremistisch eigenlijk jongeren dan zijn. En dat er een voedingsbodem zit die vaak ook wel gedeeld is met de onrechtvaardigheid die er is. Ik stelde die vraag omdat Willemijn zei net mooi van een deel van de opgave ligt eigenlijk ook bij politici. Om zelf een soort van goed voorbeeld doet goed volgen. Maar een deel van de opgave ligt natuurlijk ook bij de docenten zelf, die voor de klas staan en de wijze waarop ze hun lessen inrichten en die sociale vraagstukken bespreekbaar maken. En daar wil ik nog iets toevoegen. Vaak wordt naar het onderwijs gewezen, wat ook terecht is. Het is ook een taak van het onderwijs. Mm-hmm. Maar zeker niet alleen. De invloed van onderwijs is beperkt. We kunnen maar een klein stukje
doen we ertoe. Hè? Een groot gedeelte hebben jongens elders ervaringen. Dat is die politiek, maar dat is ook media, jongerenwerkers, de sportvereniging, ouders, peers, vrienden. En uiteindelijk zal je dit op een manier samen moeten doen. En binnen onze onderzoeksprogramma's proberen we onderwijs en jongerenwerk ook samen op te laten trekken. En waar Willemijn het over vertelde, dat is in deze fase zitten we vooral op onderwijs. Maar op andere delen van het onderzoek kijken we juist naar het dwarsverband tussen onderwijs en jongerenwerk. Daar zal de tweede sessie ook over gaan, veel meer over gaan. En dan kan je dat misschien wel versterken. En ik denk dat we te weinig dit gesprek voeren over de rol van politici. Welke verantwoordelijkheid hebben politici hierin? En welke verantwoordelijkheid hebben media? Die hebben voornamelijk verantwoordelijkheid in de socialisatie van jongeren. Het versterken van engagement. En heel vaak negeren journalisten die verantwoordelijkheid. Dus volgens mij moet dat veel meer onderdeel van het gesprek worden. Dat we andere professionals daar ook een taak in geven. Het volgende gesprek gaan we inderdaad ook aan de slag met. Hè, de perceptie vanuit jongerenwerk en de rol vanuit jongerenwerk. Kan je vanuit het onderzoek daar wel iets over vertellen? Nou, nadat ik de evaluatiegesprekken afrond, die ik nu aan het doen ben met jongeren en docenten, mm-hmm. ga ik een tweede studie ook doen, waarin ik ook juist meer grip wil krijgen op hoe docenten en jongerenwerkers zelf eigenlijk hun rol zien in dat proces van politieke socialisatie van jongeren en of daar inderdaad verschillen in zitten en wat die van elkaar kunnen leren. Dus dat is een studie voor de toekomst. Dus daar kan je nog niet op vooruit lopen. Dus ik kan nog niet. Heb je wel een hypothese? Want vaak, ja, als je onderzoek doet, dan ontwikkel je een hypothese en dat ga je testen. Nou, ik wil in ieder geval twee thema's met ze gaan verkennen. Mm-hmm. En dat is aan de ene kant het beeld wat ze hebben van wat volwassenheid is. Daar gaat politieke participatie natuurlijk ook vaak over. Hè? Dat electorale participatie heel streng, namelijk vanaf 18 mag je een stem uitbrengen. Nou, daar gebeurt dan blijkbaar iets. Hè? Als je 18 wordt, daar zit iets. Maar hoe verhouden jongerenwerkers en docenten zich nou eigenlijk tot dat al dan niet volwassen zijn van de jongeren met wie ze werken? En op welke manier beïnvloedt dat ook hun manier waarop ze hun gaan ondersteunen of denken dat zij een rol hebben? Dus daar ben ik heel erg in geïnteresseerd. En ook hoe zij kijken naar dat vermogen, die agency van jongeren om een stem te hebben. Hmm. En hoe zij specifiek ook kijken naar die doelgroep met wie ze werken. Dus die twee thema's, dat agency en adulthood noem ik het dan. Je wil natuurlijk graag allitereren altijd. Ja. Nee, maar die twee thema's wil ik graag verder gaan uitdiepen. En ik ben benieuwd wat de overeenkomsten en verschillen ook zijn. En hoe docenten en jongerenwerkers vooral ook naar zichzelf kijken daarin. Daar probeer ik meer grip op te krijgen. Ja, interessant. Dankjewel. Hessel, ik heb nog één vraag voor jou. Een van de dingen die Willemijn net ook aangaf was dat de studenten ook aangeven dat ze eigenlijk onvoldoende kennis hebben over de wijze waarop de democratie is ingericht. Laten we het even kort samenvatten. De veronderstelling is dat ze dat wel op het VMBO hebben gekregen. Gaan jullie daar nog iets mee doen vanuit het center? Dat jullie een soort van evaluatieonderzoek doen van welk lesmateriaal wordt er dan daar aangeboden? Sluit dat voldoende aan? Wordt het inderdaad wel? Worden de lessen ook overgegeven? En vindt dat op een uniforme manier plaats? Voor een deel weten we daar wel wat van, over wat er gebeurt. Mm-hmm. Namelijk, het is gewoon niet zo heel veel onderwijs over politiek in Nederland. In het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs is er wel wat. Voornamelijk bij maatschappij en geschiedenis. Maar dat is betrekkelijk beperkt. Dus daar is al wat inzicht over. En op dit moment zijn studenten van mij ook bezig met een onderzoek naar de manier waarop democratie in lesmethode van maatschappijleer omschreven wordt. Dus dat gaan zij dat voor de zomer analyseren, hoe dat in lesmethodes zit. Dus de lesmethodes die alle leerlingen daarmee te maken krijgen. Dus dan een beetje meer zicht op de thema's die besproken worden. En dus de uitkomsten daarvan, dat krijgen we nog, wordt vervolgd. Dat is aan de studenten natuurlijk, maar dat gaan we zeker, daar gaan ze zeker wat breder mee delen. Oké. Okay. Ik richt me even tot de mensen in de zaal, want er druppelden nog wat mensen binnen. Ik gaf aan, als jullie vragen willen stellen of op- of aanmerkingen willen plaatsen, dan kan dat gewoon. Steek gewoon gerust je hand op en dan krijg je het woord. Er wordt geen camera op je gericht, dus het kan in de volledige anonimiteit als je dat wilt. Heeft er iemand een vraag voor deze drie tafelgasten? Nee, ik ben wel benieuwd. Ja. Het werd net wel gevraagd of genoemd van jongeren zijn ook geïnteresseerd in de resultaten, wat ik me ook goed kan voorstellen. Maar komt dat ook terug in dat spel op de een of andere manier? In welk spel? Of in het lesmateriaal eigenlijk, zo zeggen.
De vraag is, jongeren zijn geïnteresseerd in de resultaten, komt het terug in het lesmateriaal? En je bedoelt, jongeren zijn geïnteresseerd in de resultaten van politiek? Ja. Komt dat? Een hele goede vraag. Nee, het was wel iets waar ik over na zat te denken. Hè, want we gaan proberen dit materiaal ook op zo'n manier te verwerken of aan te passen dat het breder beschikbaar kan worden gemaakt. En ook voor een volgende verkiezing voor een deel kan worden ingezet. En nu hebben we ons heel erg specifiek gericht op Amsterdam en de gemeenteraadsverkiezingen. Maar bepaalde elementen uit dat materiaal lenen zich zeker voor, nou ja, welke verkiezing dan ook, zou ik zeggen. En ik dacht ook toen ik voor mezelf opschreef van, oh ja, hoe kan je die resultaten dan inzichtelijk maken? Dat misschien ook wel inderdaad iets is wat binnen de context van onderwijs zou kunnen gebeuren. En tegelijkertijd het lastige, en daar liepen wij ook wel tegen aan met het ontwikkelen van dat materiaal. Want we probeerden daarin in verschillende politieke partijen inzicht te geven. Nou, er is inmiddels een enorm scala aan politieke partijen in Nederland. Dus alleen al om, hè, van weet ik het, 12 of 14 politieke partijen naast elkaar te zetten. Wat alle standpunten over een aantal thema's. Nou ja, ook met die resultaten, wat levert het op? Is nog een beetje de vraag van op welke manier doe je dat zo in het onderwijs. Dat je, ja, niet te veel een bepaalde kleur kiest, om het maar zo te zeggen. Maar recht doet aan verschillen daar ook. Ik heb daar een tip voor. Gebruik de jongere kieswijzer. Participatie gestimuleerd kan worden. Ja, dus Sebastian, kom alsjeblieft aan tafel. En Samira ook. Hoe dan? Ja, ja, deze kant. Sebastian schreef met Femke Koudingfrex, die lector is jeugd en samenleving bij In Holland, een hoofdstuk hierover in het boek Sociaal Weerwerk. En nou ja, Samira is de afgelopen jaren vanuit verschillende organisaties zeer actief geweest met het stimuleren van de inbreng van jongeren. Fijn dat jullie er zijn. Dank je wel. Sebastian, ik begin bij jou. Dat hoofdstuk wat jullie hebben geschreven over jongerenwerk en politieke participatie. Dat heet Breekijzers en botte bijlen. Ja. Dat is een leuke omschrijving. Wat bedoel je daarmee? Ja, het sluit eigenlijk wel aan bij het gesprek wat net plaatsvond. Zijn jongeren politiek geïnteresseerd of zijn ze het niet? Nou, soms zijn ze het op een niet zo herkenbare manier. En wat wij dan op een gegeven moment gaan omschrijven als met de botte bijl. Dus als je aan jongeren vraagt, bepaalde jongeren vraagt, ben je politiek geïnteresseerd? Zeggen ze nee. Maar als je thema's aansnijdt die ertoe doen in de samenleving en dus ook voor hun, dan zeggen ze van ja, dat doet mij wel iets en ik vind daar wat van. Nou, dan zei hij zo ook van, en dat kan radicaal klinken. En dat noemen we dan met de botte bijl. En sommige volwassenen kunnen daar niet zo goed tegen. En ik vind jongerenwerkers wel mooi dat ze niet zo gauw schrikken van wat jongeren zeggen doorgaans. Dat ze kunnen het wel aan. Ze zeggen misschien hele gekke dingen, maar dan denken ze van, nou, vertel er wat meer over. Hoe zit dat dan? Die jongerenwerkers die zijn we breekijzers gaan noemen, omdat die zeg maar ruimte openbreken voor die jongeren, dat ze zich kunnen uiten zoals ze zijn. En niet van tevoren al in een bepaald hokje moeten passen. En het is ook een beetje een tegenhanger van een bruggenbouwer. Want het is mooi en verbindend om te zeggen van je bouwt bruggen. Maar het klinkt dan ook een beetje alsof jongeren een eiland zijn buiten de samenleving. Terwijl ze wonen gewoon tussen ons. En ik was ook jong, dus we weten allemaal wat het was om jong te zijn. En deze mensen zijn nog steeds jong. En je hebt een breekijzer nodig om ruimte te maken en niet een brug naar een eiland of zo. Mooie metafoor. Sterk. Ja, toch sterk, hè? Samira, herken je dat? Dat jongerenwerk minder schrikt van bepaalde reacties of visies van jongeren dan docenten dat doen? Ja, dat herken ik heel erg. En ik denk dat ook komt omdat jongerenwerkers vaak ook wat dichter bij die leefwereld staan van jongeren. En ja, ik werk binnen het mbo en binnen het hbo. En ik zie ook wel vaak dat
Sommige docententeams, dat qua diversiteit, dat het geen goede afspiegeling is van de studenten. Dus dan heb je al ook vaak dat je je minder herkent. Maar bij het jongerenwerk heb je dat vaak wat minder of zo. Je merkt toch wel dat in de teams, vooral in wat kwetsbaardere wijken, vaak toch wat gemengde jongerenwerkers zijn met verschillende achtergronden. En die vaak zelf ook het een en ander hebben meegemaakt, waardoor ze zich ook beter aansluiten en afstemmen bij de jongeren die ze begeleiden. Dat zie je wel. Ja. Ja. Sebastian, waarom denk je dat het belangrijk is dat jongerenwerkers en andere professionals politieke participatie stimuleren? Waarom is dat zo belangrijk? Ik zou niet zozeer zeggen als doel op zich of zo, maar hoe ik het altijd relevant maak voor mezelf ten eerste ook, maar daarna ook voor bijvoorbeeld studenten of voor jongeren, is het gaat over kwaliteit van samenleven. En wat er in het onderwijs en in veel jongerenwerk en breder sociaal werk ook wel gebeurt, is dat mensen worden geholpen aangepast te worden aan de samenleving. Maar als die samenleving op meerdere vlakken dat er allerlei onrechtvaardigheid plaatsvindt. He, er werd net institutioneel racisme genoemd, maar kijk ook naar klimaat, de woonkwestie in Amsterdam, maar ook in Nederland. Hoe ver ga je komen met jongeren helpen een nog betere cv maken? Het houdt ergens op dat je jongeren kan helpen aanpassen aan die samenleving. Vooral als aanpassing alleen maar betekent dat je nog meer in de marge komt te zitten op alle vlakken. Het is van belang om ook te kijken van wat kunnen wij doen. Dus tussen die 4 jaar door. Je stemt wel of niet elke 4 jaar. Maar wat doe je tussen die 4 jaar door? En hoe bouw je met elkaar een kwaliteit? En dat met elkaar, hoe groot is die kring? Is het allemaal clubjes? Of kun je ook handreikingen doen van we staan samen ergens voor? Maar nu zegt Samira zegt van een deel komt ook doordat jongeren zich niet altijd kunnen herkennen in de docent. Of de docent of onderwijsprofessionals zijn niet altijd een goede afspiegeling van hun studentenpopulatie. Denk je dat ook van invloed is op wat je net aangaf? Dat kan heel goed. Mensen werken gewoon zo van wat zie ik en herken ik me daarin? Dat is heel basaal van mensen, dat doen we allemaal. Dus het helpt al om daarin diversiteit aan te brengen. Ik kwam het pas nog. Het is ook niet van we hebben het nu met z'n allen geroepen en nu is het veranderd. Het gebeurt gewoon nog steeds dat, weet je wel, dat we als mannen gaan praten over wat voor vrouwen goed is. Of dat er een volledig wit panel zegt over wat er voor de jeugd van tegenwoordig, die 60% niet wit is in de grote stad, dat die voorheen gaan bepalen. Met alle goede bedoelingen van dien. Dus het is nog helemaal niet verholpen en het helpt echt om het wel diverser te maken. Maar het helpt ook als de mensen die er zitten vaardigheden en gevoeligheid, sensitiviteit ontwikkelen. Dus het wil niet zeggen dat als een docent een witte man is van dit kan niet in Amsterdam, nee, ga maar weg. Zo plat is het ook weer niet. Nee, die heeft ook nog, maar als hij zich lerend opstelt, dan valt er heel veel te halen. Ja. Maar dat zie je ook, dat is eigenlijk ook de vraag die ik in het vorige panel stelde. Dat zie je ook dat als een bepaald vraagstuk aangekaart wordt door studenten, dat dat als heel ingewikkeld ervaren kan worden door docenten. En dat staat dan even los van het diversiteitshokje waar die docent in plaatst. Maar dat valt of staat ook met de kennis en kunde om zo'n vraagstuk te bespreken. Ja, in mijn beleving, daar gaat ook best wel wat van mijn onderzoek over, gaat het ook over je blootstellen aan. Dus als ik me heb blootgesteld aan bepaalde delen van de stad, dat ik gewoon daarin onderdompel en ik maak daar deel uit en ik ga daar bijvoorbeeld vrijwilligerswerk doen. Ik kom zelf uit het jongerenwerk, dus ik heb het ook gewoon betaald gedaan. Dat is toch net iets makkelijker. Ja. Maar je wordt er gewoon aan blootgesteld en je raakt eraan gewend. En natuurlijk schrik je de eerste keer en de tweede keer. En op een gegeven moment leer je ermee omgaan. En vind je er ook manieren voor. En dan zij gaan ook die manieren herkennen van jou. Dus het is niet alleen ik die als jongerenwerker wen aan de jongeren. De jongerenwerker leren ook iemand als mij kennen en waar ik voor sta. En dat helpt hen ook. Ja. Dus het gaat twee kanten op. Ja.
Nu heb jij ook een achtergrond in het jongerenwerk. Klopt. Je gaf ook aan dat je nu docent bent bij op zowel... soort van docent. Soort van docent. Ja. Nou ja, het is heel belangrijk. We hebben zijinstromers nodig. Ja, dus ik ben bezig. Ja. Op zowel hbo als op het mbo. Ja. Merk je een verschil in politieke participatie van jongeren op het hbo, mbo en zeg maar in de wijk? Ja, ik merk het wel. Kijk, wat het is, als je uit een werkveld als dat van ons komt, dan begrijp je die beleidstermen. Mm. Wat er wordt gezegd, wat wordt bedoeld met participeren, met allerlei moeilijke woorden. Ik leer ook steeds nieuwe begrippen erbij. Maar ik denk dat die taal en die begrippen die we gebruiken, die zorgen al voor een bepaald soort uitsluiting van, denk ik, een best groot deel van de samenleving. Want niet iedereen bevindt zich in ons werkveld of met onze interesses, maar er wordt wel van ons gevraagd alle te participeren als burgers. Dus ik merk wel binnen mijn eigen omgeving of als ik kijk naar de mensen die bijvoorbeeld hbo of wo geschoold zijn, dat daar die politieke participatie niet per se meer speelt, maar meer speelt op hoger niveau. Dus meer als in van dat het meer gaat om stemmen en zo. En dat ze misschien ook dezelfde taal bezigen? Juist. Mm-hmm. Dus die beheersen die taal en die termen al heel goed. En wat ik merk bijvoorbeeld als jongerenwerker in een wijk in Amsterdam-Noord werkte, dat de jongeren dan meer betrokken zijn bij wat er in hun wijk gebeurt of zo. Dus niet actief betrokken, maar ze zien wel van, oké, de wijk verandert. Hoe kan dit? Ze hebben wel veel vragen, maar ze weten niet waar ze terecht kunnen en hoe dat politieke proces in elkaar zit en wat hun rol daarin kan zijn. En als voorbeeld had ik in Amsterdam-Noord, in een ontwikkelbuurt, dat er echt in de tijd dat Weile burgemeester van der Laan nog in leven was, hij de jongeren daar een jeugdhonk had beloofd. Hmm. En het heeft in totaal bijna 7 jaar geduurd voordat het er stond. En toen die plannen werden gemaakt en die beloftes werden gedaan, werd ook beloofd van jullie worden actief betrokken bij het proces. Het wordt echt voordoor met de buurt. En dat is uiteindelijk niet gebeurd. En wat je dan krijgt in die jaren ernaartoe, dat jongeren het steeds vragen, maar wel negatief in het daglicht worden gezet van er zijn hangjongeren, et cetera. Dat ze zo die vertrouwen verliezen in de wijkpolitiek al. Dus echt op wijkniveau en op gemeentelijk niveau. En ze stellen dan ook wel hele kritische vragen over. Ze zijn, wat ik wel merk bijvoorbeeld binnen het mbo, is dat er meer kritische vragen worden gesteld over kleine democratische processen om hen heen. En dat ik dan soms ook niet de antwoorden heb. Bijvoorbeeld, hoe kan het dat bijvoorbeeld zoiets als toeslagenaffaire. Een affaire is iets waar 2 mensen in instemmen. Dat is nu niet gebeurd, weet je. Het is gewoon crimineel gedrag. Precies. Het is gewoon een schandaal. Ja. Ja. Hoe kan het dat zo iemand nog aan de macht is? En snap je, dus dan krijg je ook vragen. Dus vind ik het heel moeilijk om dan jongeren te overtuigen van het werkt wel. Dus ik probeer eigenlijk meer... Maar het is interessant dat je dat zegt, want dat is ook mijn beleving, zeg maar, mm-hmm. van met name studenten op het mbo versus studenten op het hbo of wo. Of in ieder geval, de stapelaars zie je dat wel, maar die direct instromen op hbo of wo. Dat ze juist die kritische vragen stellen. Juist, dat is in mijn beleving juist ook een bewijs van die politieke interesse. Ja, ik merk het echt hoor. En ik doe op het mbo bijvoorbeeld met alle creatieve werkvormen die ik doe, die gericht zijn op maatschappelijk bewustzijn vergroten. Mm-hmm. Probeer ik altijd die micro, meso, macro weg uit te leggen. Van dit ben jij, dit is jouw omgeving, dit is de samenleving. En dan daartussenin, wat kan je doen? En wat is je rol? Wat zijn je plichten? Wat zijn je rechten? En op die manier het wat kleiner maken, dat proces, zeg maar. Je refereerde net al naar de buurt Amsterdam-Noord. Yeah. Je bent ook onderdeel van het collectief Verdedig Noord. Ja, klopt. Even voor de mensen die daar niet mee bekend zijn, kan je er wat over vertellen? Ja, zeker. Even ruimte inrichten. Wij van Verdedig Noord zijn een collectief. We zitten veel buurtbewoners in, maar ook mensen die niet uit Noord komen. En wij zetten ons eigenlijk in tegen het huidige gentrificatiebeleid. En gentrificatie is eigenlijk het proces wat je nu ziet gebeuren in de grote steden en de hoofdsteden. Hè, dat het opwaarderen van ontwikkelbuurten. Maar wie leidt daaronder? Hè, sociale huurwoningen gaan de verkoop in.
En het is gewoon een heel ingewikkeld proces. En heel veel mensen denken van, oh, dat gebeurt gewoon. Maar dat is niet zo. Het is een politiek proces. Er wordt gewoon over nagedacht. En wij proberen ons in te zetten door met storytelling de verhalen van de buurtbewoners te verzamelen en te vertellen. We doen acties in de wijk. We proberen echt op wijkniveau die banden te versterken. Het sociale weefsel eigenlijk te versterken in de wijk. En we hebben ook contact met andere steden, zoals Rotterdam, Eindhoven, waar je het ook ziet gebeuren. En jongeren spelen een hele grote rol in wat wij doen, omdat wij hen eigenlijk als professionals zien. Heel vaak wordt er ook over jongeren gesproken en niet met, maar als je hen gewoon ziet als zij weten wat goed is voor hen. En soms ook niet, maar 9 van de 10 keer wel. En als je ze op die manier benadert, dan ontstaan er gewoon mooie gesprekken. En, dat is interessant dat je dat zegt, want we hebben Verdedigd Noord. Gentrificatie is zeg maar het thema wat de hoofdmoot is. Een voorbeeld van institutioneel racisme, Structurele ongelijke behandeling. Ja. Maar juist de buurtbewoners, die betrekken jullie in het hele proces om dat aan te kaarten. En te kijken van wat zijn de mogelijkheden om de positie te verbeteren. Ja, en die jongeren spelen daar een belangrijke rol in. Een hele grote rol in, ja. Zou je zeggen dat dat ook een vorm van politieke participatie is? Zwaar. Politieker als dat gaat het denk ik niet worden. Omdat, we betrekken juist die buurtbewoners die heel veel voor de buurt doen. Zij dragen de buurt. Ik durf zelf te zeggen meer dan dat de gemeente dat soms doet. Omdat zij dichter bij die leefwereld van elkaar en van zichzelf gewoon staan. En ze missen vaak die middelen en die theoretische kennis, de weg naar subsidies, die taal die alleen al wordt. Het is veel taal. Als je iets moet inleveren bij de gemeente of zo, als je niet weet wat er staat. Er is geen woordenboek die dat allemaal voor je. Het lijkt alsof het gewoon moeilijk wordt gemaakt voor burgers. En wij proberen daar echt een soort weefsel in te zijn om mensen gewoon mee te nemen als ze iets willen aanvragen. Of we hebben ook een keer een hoorzitting georganiseerd waar we de gemeente op het matje hebben geroepen, omdat we gewoon vragen hadden. En op die manier proberen we hun ook die eigenaarschap, vooral die zeggenschap, te vergroten. Ja, daar heb ik ook een soort van manifest aangeboden. Zeker. Met punten uit de wijk. Ja. En een speciale soort van jongerenhoofdstuk. Ja, van wat willen zij. Ja. Jij bent natuurlijk bekend met het werk van Verdedig Noord als voorbeeld. Maar er zijn meer van dat soort collectieve initiatieven in de stad. Waar je ziet dat jongeren wel degelijk een belangrijke rol spelen in die politieke participatie, het politieke participatieproces. Is dat informatie die jullie ook nu kunnen gebruiken voor het center? Ja, ik denk dat het heel belangrijk is als het gaat om dus wat wordt erkend als politieke participatie. En want zij zegt dan van, dit is politieke participatie. En dan kan tegenovergesteld worden van, dat is nog maar de vraag. Want die ene keer waren ze niet zo beleefd en zo. En dat gaat dus weer over de botte bijl. Nou, vind ik Verdedig Noord af en toe een hele scherpe bijl. Dus dat valt wel mee. Het kan op verschillende manieren. En ik denk ook dat allerlei culturele vormen kunnen helpen om iets tot de verbeelding te brengen bij mensen. Dus plat gezegd heb je de traditionele vorm van politieke participatie. Dat is eigenlijk een tafel die lijkt op deze. En dan word je uitgenodigd, dat is 8 uur 's avonds. En dan krijg je vieze koffie en ga je het hebben over politiek. En dan komen die jongeren niet en dan zeggen we, de jongeren zijn niet geïnteresseerd. Ja. Nee, maar zij hebben dus die andere manieren. En dat, dus ik heb een heel mooi Amerikaans boek over muziek, dans, zang en andere kunstvormen die een politieke uitdrukking zijn van grieven, maar ook van wensen en ambities. En dat mag veel meer op de voorgrond komen. En ja, wij zijn zeker geïnteresseerd in de veelheid aan vormen die politieke participatie mag heten. Maar is dat dan niet zo, want jij bent ook betrokken bij dat Center of Expertise for Urban Education, dat de definitie van politieke participatie, daar kunnen jullie toch ook een herdefiniering aan geven, zodat dit soort voorbeelden daar wel een onderdeel van zijn. Ja, dus ik vind definities vind ik altijd lastig, want die zijn heel definitief. Nee, het is meer, jij noemde het een definitie. Omschrijvingen. Gewoon tot beschrijvingen komen. Wat gebeurt er in de stad en wat kunnen wij ontdekken en beschrijven als wel degelijk politieke processen of activiteiten met politieke dimensies? Ja. Zijn dit ook voorbeelden die terug te vinden zijn in het materiaal wat gebruikt is? Het lesmateriaal?
Van het lesmateriaal weet ik wat minder. Oké, dan komt Hester komt zo meteen terug. Dan ga ik die vraag aan hem stellen. Ja, ja, de inhoud ervan daar ben ik niet bij betrokken geweest. Daar ben ik wel heel nieuwsgierig naar trouwens. Dan gaan we het nu meteen vragen, want ik denk dat meer mensen dan willen weten. Okay. De microfoon wordt naar Hessel gebracht. Ja, nee, de microfoon komt naar je toe. Heel goed. Het voorbeeld wat Samira geeft, dat is, het zou heel goed zijn om het in lesmateriaal te stoppen, maar het is ingewikkeld om dat in verschillende wijken zo erin te stoppen. En we willen het wat breder dan enkel Amsterdam te doen, dus het staat er niet zo in. Maar ik denk dat bijvoorbeeld voor Verdedigd Noord een heel sterke manier is om politieke participatie of democratische gezindheid bij jongeren verder aan te wakkeren. En tegelijkertijd, maar dat kan jij beter vertellen, laat het ook de weerbarstigheid ervan zien. Want er verandert niet zomaar iets. Noord is niet opeens weer van kleur veranderd. Maar er komen alleen maar grotere woontorens die iets anders uitstralen dan waar Noord vroeger voor stond. Dus je kan mensen wel stimuleren om een deel te gaan nemen. Maar als je volgens ziet, er verandert niets. Dan is het wel de vraag wat we eigenlijk aan het doen zijn. En of je niet cynisme aanwakkert. Dat is natuurlijk wel een risico wat hier op de loer ligt. Als de formele politiek niet luistert, als er uiteindelijk niets verandert. Bij het toeslagenschandaal zie je precies hetzelfde. Enorme onrust over, maar eigenlijk de mensen blijven op dezelfde plek zitten. En eigenlijk gaat het door en komen er meer schandalen dan tevoren. En dat maar is... zeg maar, als ik nu een jongere zou zijn, ik ben heel, heel jong van geest, dan luister ik naar je en denk ik van, ja, maar even, wat zijn we dan hier aan het doen? Dan hoef ik toch helemaal niet te gaan stemmen, want het heeft toch geen zin. Ja, dat kan een idee zijn. Ik denk dat je dat kijk dat dan dat heb stemmen, ik niet hè, voor de duidelijkheid. Nee, maar kijk, dat stemmen is een uiting van een heel proces van allerlei disposities, houdingen, opvattingen die je hebt. En dat kan zich uit in stemmen, maar daaraan vooraf gaan allerlei vormen van onderling vertrouwen, samen dingen op kunnen pakken. En ik vind het Verdedigd Noord daar een heel goed voorbeeld van dat mensen in de wijk daar samen van zeggen: "Nou, dit willen we niet, willen we anders aanpakken." En je wilt, denk ik, in het sociale domein, onderwijs en andere verbanden, wil je jongeren het gevoel geven dat zij hun leven kunnen beïnvloeden, hun leefomgeving kunnen beïnvloeden. Het ingewikkelde is alleen dat daar niet altijd naar geluisterd wordt. En dat kan ook niet altijd natuurlijk. Maar je wilt wel dat ze daar een ervaring in opdoen waarbij er wel iets verandert. Maar het is wel een weerbarstige omgeving waar we mee te maken hebben. Ja, daar ben ik het mee eens. Maar Samira, als ik dan jou het woord zou moeten geven. Verdedig Noord is geen symboolpolitiek. Absoluut niet. Zeg maar, het is wel een beweging wat ook... Ja, resultaten, zeker. Boekt en ja, nog we zijn, meer wilt ja. En we zijn ook heel kritisch. We worden soms ook echt weggezet als agressief of zo. Dat is helemaal niet zo. Maar we zijn wel kritisch. En dat moet ook. Als je ziet wat er om je heen gebeurt in de samenleving en in de maatschappij. En kijk, het woord participeren. Ik doe nu 6 jaar over de studie CMV. Dus ik heb het woord participeren veel voorbij zien komen. Maar ik vind dat ik al participeer op het moment dat ik uit bed opsta en aan mijn dag begin. Want ik vind in de samenleving, we missen ook een soort empathie naar elkaar toe. Want je weet niet waar we allemaal doorheen gaan om op te staan en je aan te kleden, naar je werk te gaan of naar school of gewoon iets te gaan doen. Of weet je, dat is al participeren, dat opstaan en je ogen open doen, vind ik al een vorm van participatie. Mm. Dus dan kom je ook weer bij de vraag, wanneer participeer je? Weet je, wat is de definitie daarvan? En ja, dat is dan een ding. Maar en Verenigd Noord, wat ook zo fijn is, we hebben wel kaders, maar doordat we gewoon een hele gemengde groep zijn en allerlei verschillende achtergronden, een hele sterke beweging en ook, we worden wel steeds transparanter naar buiten toe. Dus je ziet ook wel steeds meer van, oh, die is onderdeel ervan. Maar er zitten zoveel mensen in de groep met zoveel verschillende achtergronden, maar met één belang. En gewoon dat belang volgens mij, dat overstijgt jullie als Verdedigd Noord. Dat want er zijn verschillende collectieven in de samenleving, niet alleen in Amsterdam, die zich op een bepaalde manier verzetten tegen bijvoorbeeld het fenomeen van gentrificatie. Klopt. En dat bewoners of jongeren daar bepaalde cynisch tegenover staan, omdat je niet per se direct verandering ziet. Klopt. Zijn er wel resultaten die je terug zou kunnen laten komen in het materiaal? Denk aan dat de grote steden nu ook een opgave hebben om inclusieve gebiedsontwikkeling te doen. Mm. En dan eerder bewoners moeten betrekken bij het proces en dat soort dingen. Dus dat zouden misschien voorbeelden kunnen zijn om de jongeren te bewijzen dat het wel degelijk zin heeft om politiek te participeren volgens de definitie van het center of expertise. Ja. Ik zat te denken aan de verbinding tussen de korte termijn en de lange termijn. Want zo'n lange termijn duurt 7-8 jaar voordat dat centrum uiteindelijk er wel staat. Mm-hmm. Of ingenomen mag worden. Maar het is er dan wel. Mm-hmm. En kan je dan, kijk, zeg maar onderweg momenten creëren
zodat de weg ernaartoe ook interessant is. Ik moet denken aan een sportcompetitie waarin je hebt als doel om kampioen te worden. Mm-hmm. Maar ook als je zeg maar vierde wordt, wat is er onderweg gebeurd om vierde te worden? Mm-hmm. En kan je met elkaar nagaan waarom je niet eerste bent geworden? Nou, volgens mij ben je sowieso een team geworden. Je bent veel meer gaan sporten, want dat moet je wel om, om een aantal wedstrijden te winnen. Dus wat is er onderweg wel allemaal gebeurd? Dus ook om die niet alleen maar naar de verliezen te kijken van ja, we hadden dat. We wilden geen gentrificatie. Oh, ik hoor iets. We wilden geen gentrificatie. Het is nog wel in Noord, dus we hebben verloren of zo. Maar wat is er wel aan winst geboekt? Als we onszelf dat kunnen voorhouden. En dat je bijvoorbeeld dat met jongeren die heel erg op de korte termijn zitten natuurlijk. Ik bedoel, sommige van die jongeren zijn geen jongeren meer als dat centrum geopend is. Klopt. Ja. Plus dat verzoek voor zo'n jongerenhonk, wat ook in verschillende wijken in Nederland plaatsvindt. Als dat 7 jaar duurt, dan voldoet het ook niet meer aan de wens en behoeften van de jongeren die zeg maar nu gebruik gaan maken van zo'n centrum. Ja, het klopt ook helemaal niet, want het zou zeg maar met jongeren ontwikkeld worden. Ja. En uiteindelijk is er een of andere partij ver buiten Amsterdam natuurlijk weer ingevlogen. En zeg maar de hele architectuur van dat gebouw laat al zien van het is gebouwd op een vertrouwenlinie. Dus het moet helemaal open, weinig privacy, alles moet op slot. Dus zeg maar die dingen in gebiedsontwikkeling en architectuur, dat straalt ook heel veel uit. Als jij zo'n gebouw neerzet en het zegt al van overal waar jullie komen moet dicht, moet op slot, moet open, want we weten niet wat jullie gaan doen. Ja, ze hebben het ook meteen, zijn ook meteen ten aanval gegaan toen het geopend werd. En dat was weer, hebben we weer iets neergezet. Is het weer niet goed, denk ik? Nee. Zo moet je dan niet insteken, want je hebt ze er niet bij betrokken. Dus, ja. Nog even om het stukje van jongerenwerk zeg maar goed af te sluiten. Wat zou jongerenwerk nog meer kunnen betekenen in het omgevingsbewustzijn van het stimuleren van omgevingsbewustzijn van jongeren? Ja. Sebastiaan. Het interessante aan die vraag vind ik dat heel veel jongerenwerkers hebben best wel een verhaal en ook een maatschappelijk verhaal van. Ze zien wat er mis, bijvoorbeeld ook met in de coronatijd, dat ze zagen die jongeren lijden. En werken ze met jongeren die maatschappelijk het niet makkelijk hebben, ook op allerlei manieren zich buitengesloten voelen. Maar ze hadden nog een voetbalveld, ze hadden een straathoek. En toen ging de overheid ook nog bepalen dat ze niet op het voetbalveld mochten voetballen en ook niet op de straathoek mogen hangen of op welke afstand dat moet zijn. Dus er wordt heel veel van ze afgepakt, terwijl ze al voelden van ik heb niet zoveel. En als ik dan met jongerenwerkers daarover in gesprek ging, dan hadden ze een best wel scherpe analyse daarop, wat er allemaal gebeurt met die jongeren. En dan zeiden ze, en ja. En dan hield het even op. Van, ja, en wat moet ik nou als individuele jongerenwerker? Wat kan ik daar tegenin brengen? Dus waar ik blij mee ben, is dat ze gelukkig die analyse hebben. Dat ze niet alleen maar bezig zijn met van 1,5 meter afstand en niet voetballen of zo. Ze hebben die empathie dus. Maar die volgende stap, hopelijk, ik hoop dat we daar iets in kunnen betekenen. En daar wil ik ook samen in optrekken. Ik wil daar zelf ook in leren. Wat kan die volgende stap zijn? Dat we niet alleen maar een analyse hebben, maar dat we ook kunnen zeggen van, jeetje, die jongeren die moeten we niet alleen dingen afpakken. We moeten kijken van hoe kunnen we ze juist meer geven en hoe kunnen we ze meer vertrouwen. Want ze zijn te vertrouwen en ze verdienen dat. En dat leidt uiteindelijk ook tot die politieke participatie stimuleren. Ja. Nou, dat zou heel mooi zijn. Ja, ja. Samira, heb jij daar een idee over? Vroeger toen ik jonger was, hadden we ook jongerenwerk in de wijk. En wij gingen heel vaak de wijk uit. En dat hielp voor mij als kind en als tiener heel erg om buiten mijn comfortzone te gaan. En andere plekken te zien, andere mensen te ontmoeten. Dus ik denk dat dat heel waardevol is, nog steeds, om dat te blijven doen. Naar andere plekken te gaan, van die uitwisselingen misschien, weet je, veel jongeren van Rotterdam hier. En omgekeerd, van wat zie je, zijn er gelijkenissen, zie je verschillen. Dus een beetje op die manier van die meer creatievere werkvormen gebruiken. Dus naast activiteiten ook dat inzetten. En op die manier te kijken hoe je die sociaal-maatschappelijke vragen op een wat democratischere, kleinere manier kan aanbieden, zeg maar. En ik denk dat uiteindelijk wel leidt tot een groter politiek bewustzijn. Maar je moet soms met je kleiner beginnen. Dingen die dichter bij hen staan. Helder. Ja. Dank jullie wel. Jij ook bedankt. Deelname. Bedankt. Terwijl jullie van tafel gaan, roep ik de volgende en tevens laatste drie panelleden. Koen van Heteren. Directeur Sociaal Cement, wat een jongerenorganisatie is voor en door jongeren tussen de 12 en de 27 jaar. Yes. Nora Campbell, student maatschappijleer aan de HVA. En Nina van Vught, docent ROC van Amsterdam.
En dan komt hier eentje helemaal binnen. Hoi. Jeze, hallo Koen. Moest even een glaasje hebben. Dit laatste panelgesprek gaan we het hebben over de mogelijkheden, spanningsvelden en knelpunten bij het stimuleren van politieke participatie van jongeren door jongerenwerk en onderwijs. Nou, we hebben een directeur van een jongerenorganisatie aan tafel, een docent op het mbo en een jong persoon die student maatschappijleer is aan de HVA. Dus ik wil eigenlijk bij jou beginnen, Nora, want we hebben nu heel veel gesproken over jongeren. Dus ik hoop dat we nu... Samira is ook nog jong. En ik ben ook jong. Maar dat we zeg maar eventjes jou ook hier centraal instellen. Want je hebt ook op verschillende scholen stage gelopen. Dus je kan vanuit je eigen ervaring praten als jong persoon, maar ook in het contact met jongeren. Wat zijn jouw eigen ervaringen als het gaat om goede methodes om politieke participatie te stimuleren? Ja, ik weet nog wel, want mijn middelbare schoolperiode is 6-7 jaar geleden. En nu geef ik zelf les op een middelbare school. Wat ik heel erg merk is, hoe bereik je leerlingen? Je bereikt ze door in die belevingswereld te gaan stappen. Mm-hmm. Zij hebben aanknopingspunten nodig. Zij hebben erkenning nodig. Zij hebben openheid nodig. En dat probeer ik in mijn eigen lessen vorm te geven op die manier. En daar heb ik ook heel veel aan gehad in mijn eigen tijd. Van oké, die erkenning. Wat vinden zij belangrijk? Wie heb je voor je? Wat voor mensen heb je voor je? Wat voor jongeren heb je voor je? Verbind je daar vervolgens openheid aan? Ja, dan kan je ze mee laten komen. Je brengt dat als een bepaalde vanzelfsprekendheid. Ja. Maar ik denk dat we uit de vorige twee panelgesprekken wel kunnen leiden dat dat niet per se vanzelfsprekend hoeft te zijn. Zeker als het gaat om bijvoorbeeld dat institutioneel racisme of andere vormen van structurele ongelijke behandeling. Hoe kan je daar erkenning aan geven als je daar zelf weinig kennis over hebt of ervaring mee hebt? Nou, wat ik heb geleerd is dat jongeren, ze willen heel graag. Ze willen heel graag leren, sowieso. Ze willen heel graag praten met elkaar. Ze willen met en van elkaar leren. Wat ik heb gemerkt in mijn eigen omgeving, nu ik zelf lesgeef, is dat het maakt niet uit waar het over gaat. Al gaat het over Oekraïne, al gaat het over iets wat heel dicht bij hen staat. Zij willen daarover praten. Welke politieke aspecten je daaraan kan koppelen, dat is dan heel even een bijzaak op dat moment. Mm-hmm. We gaan nu met elkaar in gesprek. We hebben het met elkaar erover. We luisteren met elkaar. Of we luisteren naar elkaar. En vervolgens kan ik, vanuit mijn docentenpositie, daar een politieke betekenis aan geven met die leerlingen samen. En natuurlijk, het gaat niet altijd even makkelijk. En soms is het voor mij ook zoeken van, oké, welk politieke aspect kan ik daaraan koppelen? Maar er zijn heel veel mogelijkheden. Want ze hebben heel veel te zeggen en ze hebben ook heel veel meegemaakt, heel veel van die jongeren. Ja. Dus ik denk dat je daarin wel verbindingstukken kan vinden. Dankjewel. Nina, jij bent burgerschapsdocent. Dus dat betekent dat sociale vraagstukken eigenlijk te alle tijden centraal staan tijdens jouw lessen. Hoe reageren over het algemeen jongeren bij jou in de klas als het gaat om onderwerpen zoals deze? Ja, dus ik herken me er ook wel in dat jongeren zeker maatschappelijk geïnteresseerd zijn. Politiek geïnteresseerd is misschien een tweede, maar ze staan midden in de maatschappij en hebben een mening. Ja, en als je het, op het moment dat je zeg maar, het label politieke participatie eraan aanhangt, wat gebeurt er dan? Of doe je dat gewoon niet? Jawel, ja. En dan krijg ik inderdaad ook de reactie soms terug van... maar naar ons wordt toch niet geluisterd. Ja, dus gebrek aan vertrouwen. Politieke participatie breed. Wat Hessel zei, valt niet alleen in de politiek, maar ook in andere instituties. Bijvoorbeeld ook in de school. Daar begint het al. Zeg maar, dat studenten mee kunnen beslissen over hun eigen onderwijs. Middels bijvoorbeeld de studentenraad. Ja, en dat is al, dat is een, dat doen wij op het ROC ook. Dat gaat niet altijd goed, dat is een uitdaging. Maar het is wel heel goed dat het daar al begint. En dat jongeren daarin mee kunnen praten. Hebben jullie bij jullie locatie ook die klassenvertegenwoordigers of niet? Ja, klassenvertegenwoordigers. Dus één klassenvertegenwoordiger en die zitten dan in een klassenvertegenwoordigersoverleg. En daar zijn dan weer twee afgevaardigden van in de studentenraad. Ja. En daar is dan weer één of twee afgevaardigden in de centrale studentenraad van het ROC.
met 30.000 studenten is dat een hele grote organisatie. Mm. Dus ja. Maar dat is wel een vorm van politieke participatie binnen de onderwijsinstelling, ja, zeg maar. Zeker. Nou weet ik van verhalen van de jongeren die deelnemen aan studentenraad, dat ze niet altijd naar hun geluisterd wordt. Nee. Misschien anders zeggen, ze krijgen niet altijd hun zin. Nou, dat kan ook niet. Zijn dat ook dingen die je dan bespreekt in de klas? Hoe daarmee om te gaan? Ja, zeg maar. Wat belangrijk is voor iedereen is dat ze een succeservaring opdoen. Hè? Dat er iets wordt gedaan met wat zij willen. En dat probeer je ook als coach van de studentenraad en met andere docenten probeer je daar naar te kijken en managers. Van hoe kunnen we dat voor elkaar krijgen? Hè? Want dat stimuleert wel dat studenten mee willen blijven praten. Ja. Maar sommige dingen zijn inderdaad niet makkelijk opgelost. En ook net als de politiek kan het heel stroperig werken en dan gaat de vergadering weer niet door en dan ben je weer een paar maanden verder. Maar goed, dat is de realiteit van het leven gewoon. Dat is niet per se alleen gekoppeld aan politiek. Dus dat zijn ook levenslessen die ze daaruit zouden kunnen trekken. Ja, ja. Niet leuk, zeker. Maar het zijn wel, ja. Ja, ja toch? Klopt. Oké. Koen, jij hebt een achtergrond in het jongerenwerk en bent dus nu directeur van een... of je hebt nu zelf een jongerenorganisatie opgericht. Klopt. Laat me eerst beginnen met, wat doen jullie precies als sociaal cement? Wow, wij zetten ons in eigenlijk alleen maar voor identiteitsvorming en burgerschapsvorming bij jongeren. Het is juist, maak het niet te groot, hou het zo klein mogelijk, proberen wij. Mm-hmm. Misschien leuk om te weten dat de bank ons eigenlijk niet wilde aannemen, omdat onze statuten zo kort waren dat ze zeiden ze zijn niet goed genoeg. Yeah. Dus misschien begint het daar wel gelijk mee met, als ik nou kijk naar politieke jongerenparticipatie, maak het gewoon niet te moeilijk. Yeah. Stap 1. Ja. Yeah. Nou, denk en, Want als ik alle gesprekken ook net hoor, ze zijn zo doorspekt met jargon, met technisch gelul. Ja, sorry voor mijn woordkeuze, blijf een Amsterdammer. Jongeren hebben daar niet zoveel mee. Dus ga vanuit die belevingswereld van jeugd gewoon schieten op wat er gaande is. En dan vind je vast wel een haakje. En als je dan een haakje hebt, hang het op. Maar ik vraag me af, hè, is het alleen, hebben alleen jongeren daar niet zoveel mee? Of heeft gewoon een gemiddelde Nederlander niet zoveel met al dat beleidsjargon? Misschien moeten we beginnen door te stellen dat jongeren net mensen zijn. Okay. Dus dezelfde breedte ook die bij jongeren aanwezig is dan ook bij mensen aanwezig is. Ja. Dus misschien zit daar al het antwoord. Ja. Ja. En nu kom je uit het jongerenwerk. En er zijn heel veel jongerenorganisaties, zeker in de stad als Amsterdam. Ja. Waarom heb je ervoor gekozen om een eigen jongerenorganisatie op te richten? Omdat ik stront eigenwijs ben, nee. Omdat ik binnen mijn werk als jongerenwerker niet meer kon doen waar ik in geloofde, namelijk werkelijk participeren. En dat is een ander gesprek, maar daar ben ik heel stellig in. Ik vind dat jongerenwerk heel erg richting de zorgfuncties schuift. Mm-hmm. Waardoor je het ouderwetse jongerenwerk, waar ik heel erg blij van word, namelijk van het echte cultureel maatschappelijke vorming, dat je dat stukje verliest binnen de opdracht die jongerenwerk krijgt. Ten tweede denk ik dat als je als 42 jaar oude man, blank in deze stad, ook goed moet nadenken, moet je in die voorhoede staan? Moeten daar niet andere mensen staan die eerder herkend worden en erkend worden? Dus dat speelde daarin ook mee. En ik was 5 jaar dezelfde baan gehad, dus ik moest weer wat anders doen. En dan kom je op een punt dat je ideeën hebt, energie hebt, mensen kan binden aan jou en je ideeën. En dan heb ik ervoor gekozen om sociaal cement te starten. Je zei, misschien is dat een heel andere discussie, maar misschien is dat wel helemaal niet zo. De opgave die jongerenwerk krijgt, sluit dat inderdaad nog wel voldoende aan bij datgene wat jongeren in de verschillende wijken ook echt nodig hebben. Wow. Ik stel die vraag omdat als wij een deel van de verantwoordelijkheid ook gaan leggen bij jongerenorganisaties, dan moeten ze dat ook wel aankunnen. Ja, ik vrees dat de samenleving een stukje harder geworden is de afgelopen tijd. En daar hebben jongeren het meeste last van. Toen ik jong was, als geboren Amsterdammer, was ik hier op mijn 16e in dit pand, was ik punkrock sessies aan het luisteren. Die ruimte is helemaal weg. Technisch gezien wordt er heel veel verwacht. De druk is gigantisch groot, vind ik, op de doelgroep waar we het nu hier over hebben. En hun bestaanszekerheid staat onder druk. Nou, ik vind dat nogal een combinatie om ook nog politiek te gaan participeren. Op een moment dat iedereen dat van je verwacht.
Want ik merk ook als jongerenorganisatie dat we net zo erg zijn als de politiek. Namelijk op het moment dat het voor ons interessant wordt om met die doelgroep te gaan werken, omdat er geld en middelen vrijkomen, dan zie je ineens allemaal jongerencampagne. Ah, dat zou mijn vervolgvraag zijn, ja. Nee, ja, echt. Oh, sorry. Ja. Nee, maar dat is precies, ja, dat is natuurlijk wel een van de... Wij zijn zo op de politiek noten gaan lijken, ja, in dezelfde manier van zenden en op de timing dat we dat doen, dat mijn oproep eigenlijk de dag na de verkiezingen was aan de drie die nu in Amsterdam gaan uitmaken, van kom volgende week weer uitleggen wat je aan het doen bent. Want je gaat je nu weer 3 jaar en 8 maanden verstoppen in de Stopera en daarna komen jullie weer allemaal een patrol. En dat ondermijnt je geloofwaardigheid. Hmm. Nora, ja, ik zag jou lachen. Ja. Herken je het verhaal van Koen? Ja, ik denk dat zeg maar jongeren die ik in mijn klas heb, die hebben een bepaald beeld van de politiek. Als in, we hebben soms verkiezingen, soms komen mensen op tv of stemmen of iets in die richting. Maar daarna is het eigenlijk blanco. Daarna is er geen vervolg meer. Het is dat. Het is best abstract voor ze. Het is moeilijk te begrijpen soms. Maar de verdieping daarvan, of toch nog wel een heldere uitleg daarna, die ontbreekt. En dan, op die manier is het niet aantrekkelijk. Op die manier is het moeilijk om ze erbij te betrekken voor de aankomende, wat is het, 4, 3 jaar. En op die manier ga je ze dus ook verliezen. Ja. En ja, dan is het moeilijk om ze op een gegeven moment, wanneer ze 22 zijn, weer terug te halen. Zeg je, ja, je moet nu echt, want je hebt een huis binnenkort nodig of iets anders. Het klimaat gaat achteruit of al dat soort dingen. Het is moeilijk om ze dan terug te halen. Ben je bekend met het materiaal wat de Center of Expertise heeft ontwikkeld? Nog niet dusdanig. Ik heb wel zo. Je hebt ervan gehoord? Ja, zeker. Als je nu... je hebt geluisterd naar de vorige 2 panelgesprekken. Ja. Heb je het idee dat de juiste nood geraakt wordt met de visie achter het materiaal? Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat het materiaal wat er nu beschikbaar is, sluit niet aan. Mm. Ik heb het zelf meegemaakt in de praktijk. Als zelf, zeg maar, als tiener, toen ik op de middelbare school zat. Maar eigenlijk nu nog steeds, met de leerlingen die ik voor me heb. Het is tijd voor vernieuwing op dat gebied. En ik denk waar we nu mee bezig zijn, dat de goede richting is. En er wordt geluisterd naar de jongeren. Er wordt geluisterd naar experts, zeg maar. En om die samen te voegen en dan vervolgens iets nieuws op te zetten. Op die manier denk ik dat je dan wel vooruitzichten gaat krijgen. Betere vooruitzichten. Betere vooruitzichten, ja. Dankjewel. Nina, hoe zit dat met jou? Heb jij gewerkt met het materiaal? Ja, ik heb gewerkt met het materiaal. En ik wilde ook nog wel zeggen... ik heb best wel wat projecten gedaan met studenten waarbij we de politiek dichtbij kregen. Dat er ook wel wat meer geïnvesteerd wordt misschien in het mbo. We hadden nationaal gesprek over vrijheid... wat speciaal was voor mbo-studenten, om politici met mbo-studenten in gesprek te laten gaan over wat is vrijheid voor jou en voor de ander. En dat hebben we al 2 keer gedaan. Met de Bali hebben we een paar weken geleden ook een gesprek gehad met een Europarlementariër over Wij Jong Europa, van wat betekent Europa voor de EU voor studenten. Ik hou heel erg van dat soort initiatieven en samenwerkingen met ook jongere organisaties. Ook hier hebben we wel eens een debat gehad in deze zaal. Jullie hebben ook meegewerkt toen met het initiatief van de jongeren kieswijze op ieder mbo en stembureau. En dan waren er, dat zou ik echt willen aanraden. Maar die stond er bij deze verkiezingen dus niet? Stonden er niet, hè? Nee. Wat heel gek is, bij de vorige Tweede Kamerverkiezingen en gemeenteraadsverkiezingen stonden ze er wel. Ja. Dit keer is er vanuit de verschillende jongerenorganisaties niet weer een brief gestuurd van denken jullie eraan regel en een stembureau op school? Maar op 2 of 3 mbo-scholen in heel Nederland stond het stembureau. Terwijl die jaren, bij die verkiezingen daarvoor stonden er een stuk of 40. Ja, de verkiezingen daarvoor waren in coronatijd. De Tweede Kamerverkiezingen en de vorige gemeenteraadsverkiezingen. En misschien is dit nog een beetje het staartje van de coronatijd. Mm. Dat we weer wakker moeten worden en gaan participeren. En dus inderdaad, op elke ROC een stembureau. Ja. Absoluut. Ja, goed. Zie je ook nog verbeterpunten aan het materiaal wat de Center of Expertise mee zou kunnen nemen? Mm.
Even kijken. Nou, ik vond het heel goed inderdaad om te beginnen met een maatschappelijk vraagstuk wat dicht bij de leefwereld van de studenten lag. Zij konden veel meer vertellen over de oorzaken van wapenbezit dan ik. Dus dat is hartstikke goed. Dan dacht ik van ja, van misschien kunnen er nog wat actievere werkvormen erin zitten. Als het veel tekst is om te lezen om daar iets spannenders van te maken. Ik vond en ook heel praktisch dus. Hoe ga je stemmen? Hoe ziet zo'n stempas eruit? Wat neem je mee? Dat werd heel erg gewaardeerd inderdaad. Ja. Nou. Koen, je gaf net al aan, misschien ik als witte man, ergens in de 40, moet niet meer op straat zijn en meteen in contact zijn met jongeren. Maar je staat nog wel in contact met jongeren. Ja. Heb je het idee dat hetgeen wat we zo even besproken hebben, dat ook inderdaad voldoende aansluit bij de jongeren die jullie bereiken? Ja, ik denk het wel. Wat ik interessant vind is systeemwereld, belevingswereldfrictie. Ik vrees dat bij deze heel erg opgaat. Als ik kijk ook naar... Wij zitten heel veel op niveau 1 en niveau 2 op het mbo. Als je ziet wat daar gewoon de afstand is tussen de beleving van politiek en wat politiek werkelijk is, dat is gigantisch. Ik vind het heel zorgelijk. We hebben het wel over jongeren, maar eigenlijk staat ons hele democratisch model op omvallen. Want volgens mij is er maar 48% überhaupt gaan stemmen. Een versplintering politiek die natuurlijk zijn weerga niet kent, ook in zometeen hoe ga je verder besturen. Het zijn er even een paar, hè? Nieuwe bestuurscultuur, waar we gelijk nu alweer te horen krijgen hoe nieuw is die. En wat betekent dat eigenlijk, die beloftes die weer niet waar worden gemaakt? Vooral voor de groep die nu zometeen voor het eerst naar de stembus moet gaan. In Amsterdam mocht je als 16-jarige stemmen vorige keer. Ja. Ik heb het nergens gezien. In je wijk. In je wijk. Ik heb het nergens. Dit wordt gewoon niet gemarketing. De marketing klopt niet dan. En als je gaat alleen naar verkiezingen gaat refereren, ga je dus alleen maar naar je inputmoment. Terwijl volgens mij, we hebben het nooit over inspreken in de raad. Wat ik zelf het interessantste vind, is op stadsdeelniveau gaan spelen. Stadsdeelbestuurders vinden het leuk om te komen, komen ook makkelijker, hebben een duidelijker verhaal, zit veel meer in de omgeving embed. Stedelijke politiek in Amsterdam is interessant, want we zijn niet zo keihard als in Den Haag, maar je ziet toch wel die grote partijen schuiven. En laten we alsjeblieft de mensen in Den Haag gewoon vragen om even iets rustiger met elkaar om te gaan en vooral met dit land ook om te gaan. Want als je dat als voorbeeld hebt, dan verhardt dus alles. Je zei tussen neus en lippen door, gebruikte je eigenlijk jargon, systeem- en leefwereldfrictie. Misschien even voor de mensen die niet bekend zijn met die termen, zou je dat kunnen toelichten? Want dat heeft wel alles, daar valt of staat natuurlijk wel politieke participatie mee. Ja, volgens mij weet iedereen hier dat wel ongeveer beter nog. We hebben ook nog kijkers thuis. Ja, dus misschien voelt iemand zich... Nee. Volgens mij gaat het gewoon heel erg over ik beleef iets. En we hebben een heel systeem ingericht waar je in je... Oh, het woord wat nog niet genoemd is. Belangen. Politiek gaat over belangen. Hoe behartig je je belangen en hoe verenig je jezelf om die belangen te kunnen hard maken? Mm. En dat is allemaal systeemkennis. En ik kom erachter, ik ben niet heel erg dom. Mevrouw is echt slim. En met z'n tweeën snappen we net aan wat we allemaal voor elkaar moeten krijgen om in deze stad onszelf te handhaven. In leven te houden. Wat als je niet al die kennis hebt? En je zit in je beleving continu in de hoek dat je niet meedoet, niet goed genoeg bent, niet sexy genoeg bent, niet mooi genoeg bent. Ja, weet je, je bent dat gewoon niet. Dat wringt. En uiteindelijk resulteert dat gewoon in ongelukkige mensen. En ongelukkige mensen hebben minder connectie en zijn minder positief geladen om er iets moois van te maken. Nou, om dan toch ook nog even een positieve noten te eindigen, heb je ook... Of die zure witte nog heb je nog een tip naar de Center of Expertise? Met betrekking tot hetgeen waar ze mee bezig zijn? Maak het niet te moeilijk. Maak het vooral niet te moeilijk. Ja. Helder. Dank jullie wel, Koen van Sociaal Isolement. Sociaal Cement. Wacht. Klassiekertje. Sociaal Cement. Nina van het ROC van Amsterdam. En Nora, heel veel succes met je opleiding. Dank je wel. Ja. Dank je wel. Dank jullie wel. Hessel, mag ik jou weer naar voren roepen? En ook Sebastiaan. Oh ja. Er gaan een aantal mensen hier in de zaal gaan helemaal stuk. Maar het is sociaal cement.
volg ze. Hessel en Sebastiaan. Yes. Jullie zijn beide van de Center of Expertise Urban Education. Initiatiefnemers ook van dit programma. Ik wil even, we hebben nog pak een beetje 6-7 minuten met jullie reflecteren op dit programma. Ja. Wat zijn jullie eerste bevindingen? Je hebt al een schriftje klaar. Een schriftje. Ik wou jij de vloer geven. Nee, ik denk dat ik ben heel, heel blij met de inbreng van alle mensen in, in de panels en wat er gezegd is. En ergens ook een beetje een somber stemmend verhaal over politieke participatie en met name de institutionele kant ervan. Of sorry, als het jargon is, maar hè, de politiek Den Haag. En dat is misschien ook wel terecht, maar dat is wel ook problematisch. En een optimistische kant daarvan is dat ik zelf en ook wat ik van de mensen in het panel hoorde, dat jongeren zijn politiek geïnteresseerd, hebben allerlei competenties, maar er is een mismatch tussen wat de taal die jongeren hebben en de taal van politieke instituties. En ik snap de opmerking van Koen wel, je moet oppassen met jargon en het niet ingewikkeld maken. Tegelijkertijd is wel de realiteit dat wil je invloed hebben, ik ben benieuwd hoe Samira dat ziet met Verdedigd Noord, maar wil je invloed hebben, zul je wel moeten verhouden tot die instituties en tot die taal en tot al die ingewikkelde procedures. Dus ik denk dat het van belang is dat met jongerenwerk, via media en via onderwijs, je jongeren wel helpt om die politiek in te groeien. Om te laten zien dat die politieke wereld ook van hen is en dat je soms breekijzers nodig hebt om die wereld open te breken en hun belangen ook naar voren te laten komen. En Voordat je verder gaat, laten we die vraag meteen inderdaad van Samira stellen. Ja, kijk, weet je, is het hele andere. Er komt een microfoon aan, dan kunnen ze dat thuis ook. Dankjewel, Wessel. En dankjewel, mevrouw, voor de microfoon. Kijk, wat ik gewoon vind is, als je zegt de overheid is voor iedereen, dan moet je gaan spreken in taal die iedereen begrijpt. Want heel veel van die woorden zijn gewoon. Ik heb nog nooit van een demissionair kabinet. Ik heb nog nooit van het woord gehoord, weet je wel. Het zijn van die woorden die er eigenlijk al gewoon voor zorgen dat je niet mee kan draaien op dat niveau in de samenleving. Op dat niveau van echt aanvragen. Bijvoorbeeld als je een nieuwe speeltuin wil of zo. Het zijn altijd de mensen die nieuw komen in de wijk, die dat gaan aanvragen en het bepalen. Omdat zij over die kennis en die tijd en die middelen en die connecties beschikken. Omdat gedaan te krijgen. Toch ben ik regelmatig getuige geweest van jullie deelname bij bijeenkomsten en wethouders. Mm-hmm. Klopt. Eindverantwoordelijke. Ja. En daar zijn jullie meer dan goed in staat om ze om de oren te slaan met hun eigen jargon. Ja, klopt. En waarbij jullie ook altijd complimenten bewust krijgen van jullie goed Nederlands spreken. Klopt, en altijd. Ja, goed. En dat doen we. Als we er moeten zitten in zo'n setting, dan zijn we wel gewoon sterk. Verbaal, vakjargon. Maar onze meetings zijn heel informeel. Heel veel straattaal. Heel veel gewoon de taal die mensen begrijpen. Gewoon van zie je wat er echt gebeurt. Kijk, als ik zo aan tafel zit bij een panel en ik moet in vakjargon. Ik heb het gevoel dat ik dan echt mezelf ben of zo. Mm-hmm. Ik kan echt mezelf zijn als ik daar uitstap. En gewoon in die leefwereld van de mens, zeg maar, gewoon participeren. Want kijk, natuurlijk, al die taal veranderen, hè, die beleidstaal veranderen, dat zie ik ook niet zo 1, 2, 3 gebeuren. Maar ik zie wel mogelijkheden om een soort van woordenboek of synoniemenlijst of iets, of mensen gewoon mee te nemen daarin. Van wat wordt er bedoeld met dit woord? Wat wordt er bedoeld met dit proces? En mensen daarin mee te nemen. En dan geef je mensen ook echt die kans om onderdeel te zijn van die grotere veranderingen op institutioneel niveau. Dankjewel. Ja, thanks. Je hebt helemaal gelijk. Het is zowel voor jongeren, wil je dat ze een deel van die taal meenemen, als dat politici begrijpelijke taal hanteren. Caroline van der Plas van de Boer-Burgerbeweging doet dat heel goed. Op een hele begrijpelijke manier vertelt ze haar standpunten. Dat zie je Marine Le Pen in Frankrijk ook doen. En ik denk dat heel belangrijk is dat politici zien dat zij niet in allerlei ingewikkelde, verhullende taal moeten spreken over betrokken en betrokkenheid. Wat niemand verder niet zegt, wat misschien nog helemaal geen betekenis heeft. Maar zeggen waar het op staat, zou je kunnen zeggen. Er wordt hier vanuit de zaal gezegd, maar als je belasting betaalt, dan ben je al betrokken. Dan moet je wel, inderdaad. Ja. Hey, dus dat is een reflectie die ik heb. En een andere reflectie is dat ik in zijn algemeenheid vind, ik zeg het vooral over onderwijs, ik ben benieuwd hoe jij dat op jongerenwerk betrekt, maar ik vind dat we te apolitiek zijn in het onderwijs. Dat we jongeren te weinig meenemen in
structuur laat analyseren op macht. Hoe zit macht in elkaar? Hoe zitten belangen in elkaar? Hoe kan je je eigen geluid laten horen? Welke verschillende perspectieven zijn er? Die perspectieven zijn niet allemaal gelijk aan elkaar. Hoe kan je die wegen? Ik vind dat we dat in onderwijs te weinig een plek geven. Jongeren te weinig begeleiden daarbij. Want ze hebben eigen ideeën. Maar je wilt dat ze meer handvatten geven om die ideeën ook handen en voeten te geven. We hebben een vraag of een reactie uit de zaal. Achterin. U krijgt de microfoon. Ja. Dankjewel. Betekent dat ook niet dat er een enorme uitdaging in het onderwijs ligt op het gebied van delen van macht en zeggenschap? Dus niet binnen getrapte afvaardigingen, zoals dat het voorbeeld van het ROC, of een spel of een mooi spel, maar daadwerkelijk invloed als school als gemeenschap en klasse ook als gemeenschap, waar je als begeleider eigenlijk altijd bij kan zijn om dat proces met jongeren vorm te geven. Want ik geloof dat democratie gevoeld moet worden en niet begrepen moet worden. Of eerst gevoeld moet worden voordat het begrepen kan worden. Dit is een heel goed punt. Onderwijs is een vrij hiërarchische organisatie. En als je dan wil leren over horizontale organisaties, dat kan wel best ingewikkeld zijn. Dus het is soms ook nodig om jongeren, kinderen democratie te laten ervaren binnen de school. Goed, het kan ook niet altijd, want je kan niet democratisch besluiten over de lesinhoud. Ja, dat vind ik ook. De meneer achterin zegt, waarom niet? Maar dat is interessant, want er worden wel studenten worden beoordeeld op hun resultaten, maar docenten niet op de manier waarop ze lesgeven, op de inhoud van hoe ze lesgeven. Waarom eigenlijk niet? Nou, je kan niet, als je niet weet wat kennis is, kan je ook moeilijk over besluiten. Je kan wel zeggen, de thema's die je van belang vindt, daar kan je het over hebben. Maar mijn studenten hebben dan geen verstand van internationale betrekkingen en nu wat we nu in Oekraïne zien, over realisme, idealisme, perspectieven erop, kan ze wel laten besluiten over waar het over moet gaan. Maar als ze niet weten dat die kennis er allemaal is, dat die perspectieven er zijn, dan is het best ingewikkeld om, als het over kennis gaat, de democratisch te organiseren. Maar op andere aspecten kun je jongeren wel degelijk en kinderen wel degelijk een plek geven in de besluitvorming in de school. Oké, we hebben nog 4 minuten. Dankjewel. Ik laat het zo bij deze. Dankjewel, Hessel. Een hele filijne blik. Nee, ik zit te denken, ga ik reageren? Maar we hebben zometeen ook nog een nagesprek. Dankjewel. Ik kom zo meteen nog even bij jou één vraag terug. Sebastiaan, vanuit het jongerenwerk. Ja. Ik wilde nog reageren op iets wat Hessel zei, maar toen kwam dat hele gesprek over. Ik vond het trouwens wel een mooie, van democratie voelen. Want daar zijn ook studies naar gedaan. Als ik het heb over buurtwerk. Als in de speeltuin het recht van de sterkste geldt. Een kind leert dat hij voor tieners moet uitkijken, want die moet wegwezen als de tieners willen voetballen. En dan groeit hij op, wordt hij zelf tiener en mag hij kinderen wegsturen, want dan is hij de sterkste. Het recht van de sterkste. En dan op een gegeven moment word je 18 en dan is iedereen stem geld. Terwijl hij zijn hele leven heeft geleerd van nee hoor, het recht van de sterkste geldt. Dus democratie ervaren in de speeltuin bijvoorbeeld, niet alleen op school, heeft wel degelijk invloed van hoe wordt dat beleefd. Wat ik interessant vond aan deze bijeenkomst vandaag is dat het niet allemaal klopte. Weet je, het was niet allemaal eensgezind en iedereen vond het hetzelfde. En materiaal was fantastisch en we gaan het materiaal uitbreiden en alles. Nee, het is, we zijn aan het zoeken. Mm-hmm. En er zijn allemaal meningen en ideeën en het is ook wel meer dan een mening. Want een mening vind ik dan weer net iets te maken. Maar echt, er werd echt visie op tafel gelegd van dit zou kunnen werken, dit zou meer kunnen. Of ik weet niet of ik het daarmee eens ben. Dit is allemaal input voor ons. Vanuit een bepaalde deskundigheid. Ja, om verder te denken en ook te kijken van met wie gaan we dat samen doen. Om hierover door te denken. Want dat is wel een punt. Dat jij het net over, je spreekt voor het onderwijs en hoe zit dat in het jongerenwerk. Het is heel bijna on-Nederlands of zo om politiek een beetje op de voorgrond te zetten en om politieke belangen om die gewoon te benoemen. Het jongerenwerk zit daarin in een hele moeilijke situatie, want ze worden direct gefinancierd door de stad en de stadsdelen. Dus ik kon het over opdrachten nemen. Ja, het jongerenwerk aast op opdrachten. En daar zijn ze niet uniek in. Alle sociaal werk doet dat. Maar kan je dan kritisch zijn op je geldschieter? Al is het maar constructief kritisch. Het hoeft niet gelijk te zijn dat je met stoelen gaat gooien. Ik denk dat het hetzelfde antwoord is als op de vraag van de meneer. Waarom niet?
zeg maar, waarom zou je niet constructief kritisch kunnen zijn? Nou ja, een keuze dus, die het jongerenwerk in algemene zin maakt, ja, om dat maar, niet te doen. Nou ja, dus ik, daarom vind ik onze uitdaging heel interessant, want ja, wij willen hier iets mee doen. Ja. En, maar, dus ik zou met jongerenwerkers een gesprek aan willen gaan, maar ook met docenten. Van ook als mensen je geld geven, juist als je in het onderwijs niet kritisch mag zijn, als je in het jongerenwerk niet kritisch mag zijn, ja, dan waar hebben we het dan nog over? We moeten juist het kritische gesprek aangaan, want daar groeien we van. Ja. Ja, dus kritiek is niet de vijand. Dankjewel, Sebastiaan. Hessel, de laatste woorden zijn dan voor jou. Heb je een bepaalde visie? Ja, maar ik bedoel, dit is een reeks van 6 bijeenkomsten. Dit was nummer 5, er komt nog een 6e aan. Jullie hebben een duidelijke missie met het center. Elke bijeenkomst doe je bepaalde nieuwe inzichten op en dan herformuleer je misschien je visie. Ik neem aan dat er zo aan toe gaat. Hoe ziet de vervolgstappen er voor jullie uit? Nou, dat is heel snel om nu meteen vervolgstappen te bedenken op basis van wat mensen vandaag ingebracht hebben. Mm-hmm. Maar waar ik blij mee ben, en dat zie ik hier en dat zie ik in andere bijeenkomsten. En op 10 mei, de volgende bijeenkomst, hoop ik dat ook weer te horen. Maar waar je ook naar kijkt, wie je ook bij betrekt, mensen hebben allemaal gegronde perspectieven op hoe je bepaalde vraagstukken in het onderwijs en sociale domein, en jeugdzorg, welke thema's er zijn en wat voor instrumenten werken om die thema's op te pakken, te adresseren, problemen te verminderen. En dat laat zien dat, ooit was het idee dat je hebt mensen die doen onderzoek en die droppen iets, aan hogescholen en universiteiten echt terecht achterhaald is. En dat het van belang is om gezamenlijk in en op te trekken. En dat is binnen het onderwijs, maar ook met andere, met jongerenwerkers of met mensen uit de jeugdzorg, dat samen te doen. En de kracht, denk ik, van zo'n benadering is dat je mensen in de praktijk en onderwijs en onderzoek aan de hbo kan koppelen. En dat je, in ons geval, onderwijs en jongerenwerk daarop aan kan sluiten en kan kijken hoe jongerenwerkers en docenten dingen misschien ook samen kunnen doen. Ja. Ik denk dat dat in de wat langere termijn een sterke benadering zou kunnen zijn. En dat we daar als hbo-instelling een bijdrage aan kunnen leveren. En uiteindelijk die studenten nog beter een plek te geven in de samenleving. Ja, nou, superbelangrijk in ieder geval dat jullie daar ook jullie rol in nemen. Je gaf al aan, de volgende bijeenkomst is op 10 mei. Waar gaat die dan over? Die gaat over opgroeien in de stad. En welke bronnen er allemaal zijn in de stad die jongeren kunnen gebruiken om nog verder zich te kunnen ontwikkelen en de stad mede vorm te geven. En kunnen mensen nog ergens de resultaten zometeen, waarschijnlijk na de zomer, van het onderzoek teruglezen? Of? Zeker, als je HVA Urban Education googelt, dan vind je onze website. En daarin worden allerlei publicaties gedeeld. En ook de rapportage waar Willemijn over sprak, zullen we daar ook niet alleen in wetenschappelijke tijdschriften, maar ook in een publieksvariant zullen we daar ook gaan delen. Dus en de materialen waar we over spraken komen daar ook te staan. Hmm. Dus dat is zeker een plek waar mensen naartoe kunnen gaan. Dus Google even Hogeschool van Amsterdam en dan Urban Education. Dan komt alle informatie uiteindelijk beschikbaar. Gratis? Zeker. Gratis. Het is publiek geld. Dus dat is altijd gratis toegankelijk. In hopelijk ook taal die begrijpelijk is voor ieder. Dat is dan speciaal voor op basis van het verzoek van wat Samira net aangaf. Lieve mensen, zijn bij het einde gekomen van dit programma. Het was een programma dus in samenwerking met de Center of Expertise Urban Education en Pakhuis de Zwijger. Dank jullie wel dat ik dit mocht modereren. Mijn naam is Dion, ik ben van Easy Solutions en ik wens jullie allemaal een fijne dag verder. En de mensen hier in de zaal, er is... Hey.